kijkers, goedenavond. Weer vanuit het Manitobaplein nummer 1 in Vriezenveen. De raadzaal van het gemeentehuis. De raadsleden druppelen binnen. En er staan een vijftal onderwerpen op de agenda. Het is geen raadsvergadering, maar raadsdebatten. En we gaan het hebben over de verbouwing van het gemeentehuis. Hoe staat het met het sociaal domein? Waarom heeft de gemeente gezegd dat ze tegen vliegveld Lelystad zijn? En nog twee onderwerpen die vanavond besproken gaan worden. Het kan aan de ene kant een lange vergadering worden. En lang denk ik aan 10:30, einde vergadering. Maar het kan ook zomaar een stukje sneller gaan. De PvdA heeft twee onderwerpen ingebracht en vraagt de andere partijen te reageren op wat zij naar voren gaan brengen. Als dat gaat gebeuren, kan het misschien nog wat langer gaan duren. Het is bijna zover dat we gaan beginnen. De voorzitter, Rick Papen, heeft ook plaatsgenomen. Ik wens u een interessante vergadering toe. Met een aantal onderwerpen die ook voor ons en voor u belangrijk zijn. Als er een schorsing is, kom ik bij u terug. En anders kom ik met een van de hoofdrolspelers na afloop van deze vergadering nog even bij u terug om af te sluiten. Een prettige vergadering. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de raadsdebatten van dinsdag 2 april 2019. Er staan vanavond vijf onderwerpen op de agenda. Er zijn eerst nog een aantal meldingen. De heer Huisjes is iets later en straks een verzoek om even je postvakje leeg te halen. Maar dat is voor mijn tijd. We hebben vijf onderwerpen op de agenda staan en ik zou graag beginnen met de eerste. En dat gaat over de aanvraag voorbereidingskrediet duurzaam en toekomstbestendig gemeentehuis. Ik heb het idee dat daar het een en ander over te zeggen is. Ik wil graag het woord geven aan de GWT. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ons wordt met dit raadsvoorstel gevraagd in te stemmen met twee beslispunten. 1. De herinrichting van het gemeentehuis. En 2. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 1,5 ton... voor uitwerking van een onderzoek naar het toekomstbestendig en duurzaam gemeentehuis. Duurzaam is een trendy woord dat de laatste jaren te pas en te onpas wordt gebruikt en meteen wordt gelinkt aan klimaat en milieu. Maar duurzaam is niets meer en minder dan dat iets lang meegaat. Alsof dat nooit zo was. In ieder geval geldt dit niet voor de verbouw nieuwbouw van dit gemeentehuis voor zo'n 8 miljoen euro in 2008. Hoefde ons de eerste 20 jaar geen zorgen te maken, zei CDA-wethouder Koos van het Jacht toen. We zijn nog maar net over de helft en hier staan we dan. Over essentiële onderdelen blijkt destijds niet goed nagedacht of is verkeerd bezuinigd. We hebben het over brandveiligheid, klimaatbeheersing en isolatie. Wat gaat er nu aan miljoenen bijkomen om dit te herstellen? 1, 3 of misschien wel 5 miljoen euro? Het ontbreekt aan scenario's. Hoe dan ook, er zal wel iets moeten gebeuren. Echter, het voorstel dat nu voor ligt, mist visie. Het is vakken vullen. Zo van, we hebben ruimtes over en met welke organisaties kunnen we die het snelst en gemakkelijk vullen, zodat de bezuiniging van 85.000 euro wordt gerealiseerd. Maar verder zit er geen gedachte achter. In ieder geval, onze fractie heeft deze niet kunnen ontdekken. De ambitie op het gebied van het nieuwe flexwerkconcept, ook wel kantoortuin genoemd, is een hype waarvan al diverse organisaties zijn teruggekomen. De kritiek begint al bij dat medewerkers vooraf niet worden geraadpleegd, terwijl zij straks er vrijwel dagelijks mee te maken hebben. Het is doorgaans van bovenaf opgelegd met alle gevolgen van dien. Hoe is dat hier gegaan, college, of gaat het nog gebeuren? Gemeente Belangen Twenterand ziet een uitgebreide kantoortuinconcept niet zitten. De Volkskrant toonde afgelopen zaterdag aan dat de verwachtingen van kantoortuinen te hoog zijn en tegenvallen. Er valt nog wel wat aan te merken, zo is te lezen. Een kantoortuin is onrustig. Je ziet mensen voortdurend met elkaar overleggen. Er is een constante stroom van afleiding.
waardoor medewerkers zich meer gaan afzonderen. Zo zetten medewerkers koptelefoons op om niet afgeleid te raken. Willen we dat zo hebben, voorzitter? Het verstoort de concentratie van medewerkers. Vooral het aanhoren van andermans telefoongesprekken wordt als zeer storend ervaren. Er is gebrek aan privacy. Nu men elkaar vaker ziet in zo'n kantoortuin, is er buitenom juist minder persoonlijk contact met elkaar. Het is veel oppervlakkiger. En zo is flex geen echte flexwerkplek. Want medewerkers kiezen al snel vaste plekken, ook in de open ruimte. En owee als op een dag een ander op deze plek werkt. Dit geeft onderlinge spanning. Een lezenwaardig artikel, voorzitter, en iedereen zou het moeten lezen. En vergeet niet dat het directe relatie is met de nog te voeren discussie die we halverwege mei hebben met deze raad over de verhouding vast personeel, ingehuurd personeel. Kantoortuinen zijn niet geschikt voor elk type organisatie of type werkzaamheden. Geschikt is het vooral voor creatieve organisaties. Architectenbureaus, ontwerp- en reclamebureaus. Er moet dus eerst goed onderzocht worden, is een gemeentelijke organisatie geschikt en waar wil je heen met de organisatie? Wat voor personeel hebben we en wat voor werk wordt er gedaan? Samengevat in dit eerste termijn, brandveiligheid en klimaatbeheersing moet plaatsvinden, alleen al vanwege de wettelijke eisen. Voor de werkplekken, al dan niet flexibel, zullen de eerste medewerkers geraadpleegd moeten worden, voor zover dat nog niet is gebeurd. Het resultaat van de medewerkersraadpleging meenemen in het uitwerken van een aantal scenario's voor de herinrichting. En een visie uitwerken en voorleggen aan de raad. Met daarin het antwoord op de vraag, waarom en hoe komen we tot dit toekomstig bestendig gemeentehuis, die ook nog eens lang meegaat, oftewel duurzaam. Afhankelijk van de reactie van het college, voorzitter, overwegen wij een wijzigingsvoorstel in te dienen tijdens de raadsvergadering. Tot zover de eerste termijn van gemeente Belangen Twenterand. Er komt een vraag van de SGP, van de heer Jonker. Dank u wel. De heer Elsinga stelt dat de medewerkers niet geraadpleegd zijn. Ik kan dat ik wat gemist heb in de stukken, maar die informatie heb ik niet gebleken. Missen wij dan wat of heeft u meer informatie dan wat wij hebben? Ik weet niet waar u bedoelt. Ik stel een vraag. Ik vraag of het personeel is geraadpleegd of dat er gaat gebeuren. Dat is een vraag die ik stel aan het college en ik verwacht daar zometeen een reactie op. Dan wacht ik daar ook op, maar het triggerde mij wel, want u noemde het eerst en verderop in het verhaal werd het veel stellender gezegd. Dus vandaar mijn interruptie. Dank u wel. Komt er nog een vraag van de heer Veldmeijer van de PVV? Dank u wel, voorzitter. Ik wil mijn collega vragen. Hij zei net dat brandveiligheid dat heeft te maken met wettelijke eisen. Maar hij noemde daar ook klimaatbeheersing bij. Dat heeft te maken met wettelijke eisen. En ik zou graag een nadere toelichting daarover willen. Nou, voorzitter, wat er nu gebeurt is dat medewerkers soms in de winter met de jas aan zitten. En dat moet je gewoon niet willen. En dan krijg je nog met Arbo te maken. Dus dat moet je gewoon oplossen. Ja, voorzitter, wat mijn collega eigenlijk probeert te zeggen is, er moet gewoon verwarming in het huis zijn. Dat begrijp ik. De vraag is hoe de verwarming werkt. En als je de verwarming, het verwarmde binnen wil houden, zul je goed moeten isoleren. En we hebben hier een rondleiding gehad boven in het gebouw over isolatie. De ruimte die tussen de buitenlucht en het oude deel, daar zit gewoon zo'n asbestplaatje tussen. Nou, die warmte gaat allemaal weg. Dus de vraag is, moeten we daar iets mee doen? Want isoleren, we kennen de CO2-uitstoot, het begint allemaal met goed isoleren voordat je aan warmtepompen en weet ik allemaal wat begint. Dus dat zijn wel dingen die wel belangrijk zijn en die vinden wij wel belangrijk. Alleen we stellen onze vraagtekens meer bij de kantoortuinen. Tot slot, voorzitter. Nog laatste. Maar dat betekent niet dat het een wettelijke vereiste is om aan klimaatbeheersing te doen. Voor mij heb ik gezegd dat het over de Arbo-wet ging, Arbo-eisen. En u wilt denk ik ook in een fijne plek werken. En dat gunnen wij de medewerkers in dit huis ook. En verder was het wettelijk de brandveiligheid. Dat is gewoon gekeurd en er is toen verteld die avond dat het niet oké is. Dus daar moet je gewoon wat mee doen. Dat was het, voorzitter. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. En dan geef ik graag het woord aan de CDA. Wie mag het woord geven? Mevrouw Janssen, Smelt staat al.
Dank u wel, voorzitter. Kijkend naar de bevindingen vanuit het onderzoek namens de gemeente Twenterand naar de mogelijkheden voor een duurzaam en toekomstbestendig gebruik van het gemeentehuis, wil ik namens het CDA allereerst benoemen dat we het zorgwekkend vinden dat het gemeentehuis, een pand waar tientallen ambtenaren werkzaam zijn, niet aan haar brandveiligheidseisen voldoet. Het CDA wil dan ook graag horen van de wethouder welke risico's hieraan verbonden zijn voor de mensen die een bezoek brengen aan het gemeentehuis, mocht de brand uitbreken. Hebben we het hier over een dusdanig gevaar bij brand? En kunt u ons uitleggen hoe het kan zijn dat het gemeentehuis in 2008, dat het verbouwd is, dat het dan nu al niet meer aan de brandveiligheidseisen voldoet? Volgens het voorstel is er nu ongeveer 1350 vierkante meter over. Over hoeveel werkplekken hebben we het dan? In de begroting 2019 heeft de coalitie besproken over te gaan tot de uitbreiding van de formatie met 22 formatieplaatsen. Gaat u dan niet de vierkante meters verhuren, terwijl u ze eigenlijk zelf nodig hebt? Daarnaast wordt gesproken over een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte in het gemeentehuis. Voorbeelden worden gegeven als de intrek van de bibliotheek in de centrale hal, aanpassingen van de baliefuncties en de linkervleugel van het gemeentehuis ter verhuur. Tevens een herinrichting voor een nieuwe werkplekconcept. Is hierbij sprake van een totale verbouwing of kunnen de bestaande ruimte heringedeeld worden? Ik geef de heer Elsing graag de mogelijkheid om een vraag te stellen. Ja, voorzitter, mevrouw Janssen-Smelt meldt dat er 22 extra personeelsleden zijn bijgekomen. Dat is al lang naar het Rijk der Fabelen verwezen. Met een overzichtje. Dus hoe komt u daarbij? Of is het nou weer iets nieuws? Gaat het nog plaatsvinden? Of er is ons niets van bekend? Nou, deze aantallen heb ik vanuit het coalitieakkoord. Daar werd over gesproken dat er formatieplaatsen bij zouden komen. Dus vandaar dat ik dit hier nu benoem. Nou, voorzitter, ik ken het coalitieakkoord goed, maar u noemt net een getal van 22 FTE. Dat kan dus ook 26 werknemers zijn, kan ook 30 zijn. FTE hoeft niet iedereen voor 36 uur op papier te staan, maar u noemt net het getal 22. Dat er personeel bij komt, is logisch. Omdat de handhaving, dat is al vorig jaar al aangekondigd, er komt straks een voorstel van de burgemeester dat de BOA's bij komen handhaven. Dat zien we straks met de kader nog. Dus ja, daar komt personeel bij, dat weten we gewoon allemaal al jarenlang. Alleen ik wil nu van u weten, hoe komt u nu bij die 22 FTE? Want dat zie ik niet. Nou, als u goed heeft geluisterd, dan is mijn vraag aan de wethouder dan ook van, goh, als ze dan de formatie plaatsen, los van die 22 dan, als het erbij komen en we gaan vierkante meters weggeven, gaan we dan niet de vierkante meters hier uit het gemeentehuis weggeven, terwijl ze bij wijze van spreken zelf nodig zijn, mocht er dus een x-aantal aan formatieplaatsen bijkomen. En in mijn beleving stond in het coalitieakkoord 22, dus vandaar dat ik dat bij deze ook benoem. En voorzitter, nogmaals, het staat er niet in, want mensen luisteren mee en dit klopt gewoon niet. En ik wil dat toch even benadrukt hebben. U mag die vraag stellen, maar dan moet u gewoon geen aantal noemen. Dan lijkt me dat beter. Ik vervolg. Ik had het dus net over de herinrichting. En ik ben dan ook benieuwd naar de herbestemming van de huidige locatie van de bibliotheek. Want stel, de bibliotheek zou naar het gemeentehuis komen. Wat is dan de herbestemming van de huidige locatie? Wordt deze afgebroken om een doorgang mogelijk te maken van de verbinding met de Krijgerstraat, zodat het in het verleden eens mevrouw was bedoeld? Mevrouw Janssen, het gaat hier om een voorbereidingskrediet over het gemeentehuis en niet over de locatie buiten het gemeentehuis. Ik vervolg. Het is goed dat er onderzoek wordt gedaan naar een efficiënter gebruik van het gemeentehuis. Maar het is dan wel belangrijk dat wordt stilgestaan bij bijkomende kosten. 150.000 euro voor een onderzoek naar het gemeentehuis klinkt ons als een erg hoog budget. Graag horen wij dan ook van de wethouder wat het onderzoek inhoudt en of er ook goedkopere alternatieven zijn. Als bekend kan de gemeente Twenterand haar gelden goed gebruiken op bijvoorbeeld thema's als het sociaal domein. Is het dan verstandig om te investeren in een nieuw vernieuwd gemeentehuis? Dank u wel. Ja, dank u wel. Dan gaan we naar de volgende spreker en die is afkomstig van de ChristenUnie en dat is de heer Smelt.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal me introduceren met de volgende zin. Hoe branden we of hoe framen we het gemeentehuis, het huis van onze gemeente? En met branden bedoel ik niet de brandveiligheid waarover in het rapport gesproken wordt. Andere sprekers voor mij hebben daarna gevraagd. Evenzo is de ChristenUnie benieuwd naar de regelgevende brandveiligheid van het gemeentehuis. Maar weet u dat, college? Weet u wat er straks op de gevel van ons gemeentehuis staat? Wat vertellen wij onze burgers welk huis dit voor haar is? Hoe maken we dat duidelijk middels communicatie, via website of dan wel gevel aanduiden? Staat daar straks, zoals in Hellendoorn, huis van bestuur en cultuur? Of staat daar huis van bestuur, cultuur en religie? Huis van bestuur en zorg? Huis van bestuur, restaurant en andere aangelegenheden? Huis van vitaliteit en bestuur? Ik heb geen idee. Mijn fractie heeft werkelijk geen idee. Het is ons niet duidelijk wat er straks gebrand wordt op de gevel van dit huis van de gemeente. En we benadrukken dat het in eerste plaats een huis van de gemeente moet zijn. Voorzitter, je zou kunnen volstaan door te zeggen: wethouder, zegt u maar wat het moet worden. En die behoefte die leeft ook bij mijn fractie, dus ik daag u uit om straks tegen ons te zeggen in uw eerste termijn, wat moet het worden? De vorige spreker had het over het vakinvullen. Ik zou daarbij willen aansluiten door te zeggen: de ruimtes die wij moeten invullen, met welke visie en welke ambitie gaat het gepaard? Dat we klimatologische oplossingen moeten uitvoeren is overigens al jaren duidelijk. En ja, jaren geleden, ongeveer 10 jaar geleden, een aantal van u weten dat nog, stond wethouder Kof van 't Jagt hier en vroeg om extra krediet aan de raad om het klimaat in dit huis optimaal en beter te maken dan in het voorstel stond. En er moesten duizenden euro's extra in geïnvesteerd worden. En het was des te vervelender voor de ruimtes waar het bestuur, het college zit, dat juist die ruimtes het meest moeilijk zijn om het klimaat beheersbaar te houden. En ik denk dat dat voor degene die wel eens geweest is, nogal van wisselende omstandigheden is. En ja, daar hangen ook winterjassen. En het is er soms ook ontzettend warm. Ik weet dat uit ervaring. Dat klopt. Dus dat er geïnvesteerd moet worden, ook ten behoeve van het gehele gemeentehuis, medewerkers die recht hebben op een goed binnenklimaat, die recht hebben op voldoende daglicht, een goede werkplek, dat is voor ons geen vraag vandaag. De realiteit is overigens ook dat we dus nu 10 jaar later, nadat wij de krediet hebben verstrekt, al opnieuw over dit vraagstuk na moeten denken. Maar uiteindelijk is een gezonde werkplek voor een ieder die hier werkt voor ons prioriteit. En alles wat daarvoor nodig is, binnen redelijke eisen, en dat mag u aan ons voorstellen, voorzitter, daar zullen wij u groen licht voor geven. Voorzitter, het plan uitwerken om te komen tot de herinrichting van ruimtes, kantoren en kantoortuinen. Uit eigen ervaring zou ik u willen aangeven daar niet te voortvarend mee aan de slag te gaan. Kantoortuinen, vorige spreker had het er al over in de persoon van Marcus Elsinga, collega Elsinga. U moet daar echt goed over nadenken. U moet de vraagstelling die u aan de mogelijke geselecteerde architect ook meegeeft, ook goed definiëren. In de werkomgeving waar ik woon, komen wij daar op terug. En is niet elke kantoortuin succesvol vanwege allerlei omstandigheden. Het doel waarmee je een kantoortuin inricht en de functionaliteiten, de functies en de inhoud van de functies zijn van elementair belang. Voor mij en voor mijn fractie is niet geheel duidelijk hoe breed u dat uitmeet en hoe het plan er dan uitziet. Of uit zou moeten zien. Kantoortuin is iets van wel eer en heel veel bedrijven maken daar nieuwe keuzes in. Wethouder, wat ik ook graag wil weten, hoe vaak komt u nog terug bij de raad als u eenmaal het krediet van ons gekregen heeft om beslismomenten samen met de raad te nemen? Bijvoorbeeld over een daadwerkelijke go or no go
van de investering. En voorzitter, aan de hand van de beantwoording die u geeft in eerste termijn, zullen wij, net als de heer Elsinga aangeeft, ons positioneren en beraden of wij u akkoord kunnen geven op dit voorstel. Want het eerste beslispunt wat u vraagt lijkt erop, op het moment dat wij akkoord geven op punt 1, dat daarmee voor u de weg vrij is om in te vullen wat u zelf wenst en wat het college wenst. Dus ik wil u vragen, in hoeverre is dat hard voor de raad of hoeveel vaker komt u terug naar de raad? Voorzitter, tot zover onze eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, de heer Smelt. Dan gaan we door met de SGP. Het woord is aan de heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. De heer Smelt was al bang wat er op de gevel zou moeten komen. Een terecht punt. Ik denk dat heel veel burgers denken dat wat gebeurt er achter die gevel. En het beeld is, denk ik, dat er heel veel geld wordt uitgegeven. Terecht of onterecht. Maar ook wij hebben onze vragen. 15 januari heeft de wethouder ons bijgepraat in een bijeenkomst en hebben we een rondleiding gehad. En is er gesproken over duurzaamheid en veiligheid. De heer Smelt heeft een vraag. Ja, voorzitter. Meer een opmerking om de beeldvorming ook maar direct recht te zetten. Ik heb aangegeven hoe branden we of framen we het gemeentehuis. En wat zou er eventueel dan op de gevel staan? In de beeldvormende zin heb ik dat bedoeld en ik hoop dat u dat ook zo begrepen heeft. Als dat niet zo is, heeft u behoefte aan nadere toelichting of is het u voldoende duidelijk? Het is mij wel duidelijk, meneer Smelt. Maar goed, er zijn toen destijds twee scenario's gepresenteerd en we hebben een rondleiding gehad. En als het gaat om zaken als brandveiligheid, ja, daar kunnen wij niet meer wachten. Dat is noodzakelijk, dat moet gewoon op orde. Dus daar hoeven wij niet zo'n heel groot plan voor te hebben. Maar dat plan dat behelst, dat weten wij dus niet. Dus daar willen wij graag nader over geïnformeerd worden. Wat wordt het nu? Ik hoef daar niet zo heel veel van te zeggen, want alle voorgaande sprekers hebben dat ook al gezegd. Dus ik ga dat niet herhalen. Wat me wel triggerde is dat u een besparing of een ophaalt van 85.000 euro, een bezuiniging. En als we niet zouden instemmen, zou dat niet gehaald worden. Maar mij is dus niet duidelijk, als je dus 150.000 euro nodig hebt, om dan die 85.000 euro te gaan besparen. Hoeveel willen we dan daarvoor gaan investeren? En voor de rest ja, wacht ik uw voorstel nader af. Want ja, wat je ook uiteindelijk wil, de onderbouwing missen wij. En ja, daar zijn we wel erg benieuwd naar. Zoals het er nu voor ligt, geven wij geen steun aan dit voorstel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Jonker, voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan de PVV, de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Eerst plaats gezegd hebbende dat het verhaal wat GBT afstrak, in de persoon van de heer Elsinga, dat onderstrepen wij. Voorzitter, de PVV vindt dat de gemeente haar gelden van de belastingbetaler efficiënt moet inzetten. Het moet goed zijn voor de inwoners. En wanneer duidelijk is dat met het nemen van bepaalde beslissingen er structureel geld wordt bespaard, dan zal de PVV hier natuurlijk voor zijn. Kijken we naar het voorstel waar we straks een besluit over moeten nemen, de rest van ons nog wel een paar opmerkingen en vragen. Vraag 1. Hoe komt u tot een bedrag van 150.000 euro? Hoe concreet is dit? En hoe groot is de kans dat dit bedrag wordt overschreden? Ook de vraag van, als u kijkt naar wat er mogelijk geïnvesteerd wordt totaal, kunt u ons een indicatie geven waar we dan aan moeten denken? En aan hoeveel subsidie zit u te denken? Vraag 2. U schrijft dat u verwacht een sluitende business case te hebben. U verwacht, en daar worden wij al een beetje zenuwachtig. Kunt u dit nader toelichten? Waar is deze verwachting op gebaseerd en hoe concreet is dit? En wanneer is er sprake van een sluitende business case? Want als je kijkt naar de definitie van een sluitende business case, dan is dat dat u vooraf scherp in kaart brengt wat iets kost, wat het gaat opleveren en wat de risico's zijn.
En wanneer kunnen wij deze sluitende business case verwachten? Of moeten we eerst 150.000 euro uitgeven om vervolgens een voorstel te krijgen van een sluitende business case? Vraag 3. Welke huurders gaan hun intrek nemen in het nieuwe gemeentehuis? Welke toezeggingen heeft u reeds? Wat gaan ze aan de huur betalen? En betalen ze ook, anders dan in de punt, betalen ze ook fatsoenlijk mee aan de algemene kosten? Niet dat we dus puntachtige toestanden krijgen. En de PVV wil graag eerst concrete toezeggingen van mogelijke huurders voordat er geld wordt uitgegeven om daarna pas nieuwe huurders te gaan werven. Vraag 4. Mocht de herinrichting niet doorgaan, zal de bezuiniging, zo lezen we, van 85.000 euro niet worden gehaald of deels niet worden gehaald. Graag een nadere toelichting. En is het mogelijk, we hebben hier fantastisch onderwijs in de omgeving, is het niet mogelijk om studenten te betrekken in het onderzoek of in de uitvoering om zo de kosten te drukken en ook om studenten via concrete casussen iets leerzaams aan te bieden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, heer Veldmeijer, voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan de VVD. De heer Kopers. Dank u wel, voorzitter. Ja, door middel van de speciale info op 15 januari over de toekomst van dit gemeentehuis en een rondleiding heeft u de VVD kunnen overtuigen van de noodzaak om aan dit gebouw iets te gaan doen. Ambtenaren verdienen een plezierige werkomgeving, maar vooral natuurlijk ook een veilige. Op dit moment zijn er nogal wat gebreken geconstateerd en het is tijd om dit huis naar de eisen van deze tijd te brengen. Tevens heeft er door een veranderende maatschappij en daarmee een veranderende taak van de gemeente een behoorlijke verschuiving van FTE's plaatsgevonden. Daarmee is veel overtollige ruimte ontstaan die anders benut kan gaan worden. De diverse suggesties die daarvoor al gedaan zijn, spreken ons aan. Met name de voorgestelde samenwerking en onderbrenging van de bibliotheek naar dit huis is een mooie combinatie om tot kostenbesparing te komen. De overtollige kantoorruimte kan eerst mooi gebruikt worden om aanpassingen en verbouwingen met zo min mogelijk overlast te laten uitvoeren. Daarmee dus alle redenen om eens goed te kijken wat de mogelijkheden nu zijn en hoe die uit te voeren. Daarom is de VVD erg benieuwd naar de mooie plannen en wachten wij de voorstellen wel af. Dank u. Dank u wel voor uw bijdrage, de heer Kobers. Dan geef ik graag het woord aan de PvdA GroenLinks, de heer Rusken. Dank u wel, voorzitter. Nou, de vorige sprekers hebben al heel veel gezegd en dat zal ik proberen ook niet in mijn inbreng nog een keer te herhalen, maar wel voor de Partij van Arbeid GroenLinks belangrijke punten te benoemen. Op basis van het raadsvoorstel en vanuit de raadsinformatiebijeenkomst, daar is al naar verwezen, is duidelijk geworden dat er een aanpassing niet alleen maar wenselijk is, maar ook noodzakelijk. Denk aan de brandveiligheid, die is al eerder genoemd door de andere collega's. De rondgang maakte duidelijk door dit huis dat we inderdaad te maken hebben met situaties die niet langer wenselijk zijn en vragen om aanpassingen. Tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is om na te denken over van en hoe gaan we dit huis dan inrichten en waar willen we naartoe. Wat dat betreft mis ik wel in het raadsvoorstel vanuit welke visie kijken we naar niet alleen de gemeentelijke organisatie waar we mee bezig zijn, maar ook het gebruik van dit huis. En dan worden er twee scenario's genoemd waarbij ik denk van het duidt is aan van vanuit welke gedachte wordt dit vorm gegeven en welk idee zit erachter. Want ik ben er namelijk zelf wel van overtuigd dat als je met dit huis aan de slag gaat, en de heer Smelt noemde zelf ook een aantal voorbeelden, die had ik zelf voor mezelf ook al genoteerd, dus ik ga er twee aan toevoegen. Het huis van de dialoog of het huis van de ontmoeting. Dat zijn denk ik ook plekken die hier plaats kunnen vinden. En volgens dat voegt toe aan de ontmoeting. Dat is volgens mij ook het idee wat erachter zit en wat volgens mij ook mogelijkheden kan bieden aan dit huis. Alleen ik denk dat we daar dan wel een kader voor nodig hebben en een visie voor nodig hebben. Ten aanzien van het voorstel zoals dat nu ligt, wordt er gevraagd om een voorbereidingskrediet. En wat ik me afvraag is, daar staat letterlijk om een
krediet aan te vragen tot het moment dat de werkzaamheden daadwerkelijk fysiek een aanvang kunnen nemen. Waar staan wij dan als raad? En is er dan nog een go-no-go moment voor deze raad om daar wat van te vinden en daar wat over te zeggen? Want tegelijkertijd zegt u in uw kanttekeningen van als de herinrichting van het gemeentehuis niet doorgaat, dan komen wij straks 85.000 euro tekort. Dus ik vraag me even af van hoe zit dat? En waar zijn wij als raad, nadat dit voorbereidingskrediet wellicht door een meerderheid van deze raad wordt aangenomen, waar staan we dan als raad nog en wat hebben we dan nog daarover te zeggen? Tot slot, maar een vraag die ook al eerder gesteld is. In het voorstel wordt gesproken over huuropbrengsten van 100.000 euro in scenario 2. Dat is het verhuurpotentieel. Daar zitten ook maatschappelijke organisaties in en ik heb daarbij de vraag, hoe hard is dat bedrag, zeker ook als de maatschappelijke organisaties zich hier huisvesten met middelen die wellicht uit subsidies komen vanuit de gemeente. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat zich met elkaar verhoudt en of het dan geen vestzak-broekzak verhaal wordt. Voorzitter, dat was het in de eerste termijn. Dank u wel, heer Reusken, voor uw bijdrage in de eerste termijn. Dit waren alle sprekers uit de eerste termijn. Er zijn een flink aantal vragen gesteld en er wordt visie gevraagd. Dus de heer Koster, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, er ligt een voorstel voor om te beslissen dat we het gemeentehuis gaan herinrichten en de vraag om voorbereidingskrediet van 150.000 euro. Wat is nu eigenlijk de aanleiding geweest om te komen met dit voorstel? Verschillende sprekers hebben al gememoreerd dat we op 15 januari een rondgang hier door het gemeentehuis hebben gehad, een raadsinfo, een presentatie ook, door bureau ABC, waarin een aantal scenario's zijn uitgewerkt en waarin ook eigenlijk de aanleiding werd geschetst op basis waarvan wij met dit voorstel komen. Dan gaat het over een aantal elementen. Het gaat over brandveiligheid. Het gaat over duurzaamheid. Het gaat over werkplekken. Het gaat over een nieuw werkplekconcept. Het gaat over ruimte die nu niet benut wordt. En het gaat inderdaad ook over huur. Nou, wij hebben in het voortraject, voordat we met dit raadsvoorstel kwamen, hebben we natuurlijk een nodig onderzoek gedaan en bureau ABC heeft ons daarin geadviseerd. En wat blijkt dan? Dat een x-aantal meters in dit huis, pakweg 1350 vierkante meter, eigenlijk onbenut is. We hebben ook gekeken van hoeveel mensen zijn hier nou gewoon dagelijks in het huis werkzaam. En je hebt een x-aantal FTE's en mevrouw Jansen Smelt van de CDA-fractie memoreerde dat al even. Je hebt een aantal mensen. Hoeveel mensen zijn er nou dagelijks van hier aanwezig? Zijn mensen die zijn op locatie, zijn mensen die hebben een vrije dag. En als je dan bekijkt wat is nou die werkplekbezetting, dan kom je op een werkplekbezetting uit van pakweg 0,7. Als je dat dan wegzet naar vierkante meters, ja, dan hou je dus hier in dit huis, heb je eigenlijk een x-aantal meters heb je over en die benut je niet. Dat is één kant van het verhaal. Andere invalshoek is natuurlijk ook dat er veel onbenutte ruimtes zijn. Als je door dit huis loopt, zie je gewoon een aantal grote, brede hallen, gangen, die eigenlijk onbenut zijn en waar je best wel iets mee zou kunnen doen. Nou, we hebben ook gezien bij de rondgang dat de duurzaamheid en klimaatbeheersing, dat dat ook een probleem is. We hebben gezien een aantal buitenmuren, waar koude doorslag is, enzovoort. Als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, en niet onbelangrijk overigens, brandveiligheid. En er is ook gevraagd van, hoe kan dat nu? Nou, het is zo dat brandveiligheid, dat heeft alles te maken ook met aanscherpende eisen. Ook voor overheidsgebouwen, maar ook particuliere gebouwen, worden de eisen steeds strenger. En ja, wat voor risico loop je hier in huis? Ik kan dat niet exact duiden, want ik heb de cijfers en de rapporten van de brandweer niet allemaal paraat. Maar het is niet zo dat op dit moment nog de medewerkers, nog bezoekers hier gevaar lopen wanneer het gaat over brandveiligheid. Overigens wil ik opmerken dat we inmiddels al vanuit bestaande onderhoudsbudgetten een aanvang hebben gemaakt om met name die brandveiligheid, om daar al de nodige reparatie- en herstelwerkzaamheden te verrichten. En dat hebben we gedaan op een manier die sowieso niet strijdig is
met mogelijk een herinrichting van het gemeentehuis, zodat we niet voor dubbele kosten komen te staan. Dus daar hebben we nadrukkelijk op gestuurd. Ja, wat is nu eigenlijk de volgorde? We hebben dit vooronderzoek gehad en dan kom je tot een aantal scenario's en die hebben we geschetst. We kunnen in een minimale variant kunnen we een aantal dingen doen. En dan, kun je, dan heb je mogelijkheid, als je de minimale variant kiest, heb je geen mogelijkheid om ruimtes te gaan verhuren. Dan heb je maar een beperkte mogelijkheid om je, je werkplekconcept in te voeren. En kies je de maximale variant, ja, dan heb je wat dat betreft meer mogelijkheden. En dan heb je ook een terugverdienmodel. Want als je, op het moment dat je de mogelijkheid hebt om ook ruimtes te gaan verhuren, dan komen er ook inkomsten. Ja, de ChristenUnie-fractie vraagt van wat komt hier nou straks op de gevel te staan? Ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar als je het hebt over welke instelling hier in dit gemeentehuis een plek zouden kunnen krijgen, dan zeg ik het volgende. Het is een maatschappelijke bestemming op dit gebouw. De intentie is niet om die bestemming te gaan wijzigen. Dus dat betekent dat er inderdaad organisaties terechtkomen met een maatschappelijke doelstelling, zal ik maar zeggen. Die passen binnen dat kader. En uiteindelijk is het ook natuurlijk een kwestie, als je het hebt over gemiddeld vastgoed. Los van de visie, waar ik straks nog wel iets over wil zeggen. Ik denk dat het heel goed is, de suggestie die ook zowel de GBT-fractie als ook de ChristenUnie-fractie doet, om daar toch eens even goed over na te denken van wat is nou die visie. Overigens geeft meneer Reusken al wel een voorzet daarvoor, hè? Een plek, een huis van ontmoeting. En ik denk dat dat wel een van de belangrijkste elementen is. Ontmoeting, reuring, traffic. En als je dan... nou ben ik even de draad kwijt. Ja, als je dus die ruimtes gaat verhuren, dan kiezen we dus voor maatschappelijke instellingen. Op die manier kun je dus een sluitende business case krijgen. En ik weet niet wie het vroeg, maar in hoeverre is dat nou hard? Nee, dat is nog niet hard. We hebben een vooronderzoek gedaan. En we hebben een aantal aannames gedaan en een aantal verwachtingen uitgesproken. Die zijn best wel reëel, want ABC is natuurlijk niet het eerste beste kantoor wat we daarvoor hebben ingehuurd. Dus dat is in principe een indicatie. Als we kiezen voor het scenario 2, waarin we gaan voor een volledige herinrichting van het gemeentehuis, en we verhuren alle vierkante meters, dan hebben we een sluitende business case waarin die structurele bezuiniging, die er nog steeds ligt, op dit gemeentehuis van 85.000 euro hebben we in de pocket. Maar dan moet het wel zo lopen zoals wij dat verwachten. Nou, ik kom nu bij u, en dit is eigenlijk, wat ik nu geschetst heb, is eigenlijk een beetje het vooronderzoek. Nu kom ik bij u om het voorbereidingskrediet te vragen. En de bedoeling daarvan is dat we nu verder gaan met de ontwikkeling en kijken van, nu gaan we het nader preciseren. Als je het hebt over werkplekinventarisatie, ik heb een aantal keren de term kantoortuin gehoord. Ik geloof niet dat in het raadsvoorstel de term kantoortuin wordt gebruikt. Waar wel over wordt gesproken is een nieuwe werkplekconcept en een nieuwe manier van werken. En hoe je het ook went of keert, in 2019 is het eigenlijk niet meer van deze tijd dat mensen 's ochtends om 9:30 of 8:00 op een kantoor komen, achter de computer gaan zitten, tussen de middag even een half uurtje naar de kantine lopen en vervolgens om 4:30 de computer weer uitdrukken. Nee, er wordt gewerkt. Er is traffic. He, wat ik net al zei, traffic naar het publiek toe, maar ook traffic in dit huis zelf. Wij staan toch een veel meer integrale aanpak van de problemen voor, zoals die op ons als gemeente voor, afkomen. En waarbij je ook gewoon ook bij het voorbereiden van adviesnota's bijvoorbeeld een veel meer integrale aanpak kiest. Dat is een bepaald concept waar je ook dan uiteindelijk de faciliteiten voor moet bieden. Als je iedereen in een apart hokje zet en die persoon komt 's morgens om 8:30, drukt de computer aan en 's middags om 4:30 vertrekt hij weer, dan bevorder je dat niet echt. Een kantoortuin, nou zoals hier geschetst wordt, ik geloof niet dat dat ook een dergelijke manier van werken bevordert. Dus daar moeten we over nadenken hoe we dat precies gaan doen. Maar dat het anders wordt, dat mogen duidelijk zijn. En ga je daar de medewerkers bij betrekken? En heb je daar de medewerkers al bij betrokken? Nee, tot zover nog niet. Maar juist nu, als wij dit voorbereidingskrediet krijgen,
Uiteraard gaan we met de medewerkers daarover in gesprek. Gaan we werkgroepen vormen, gaan we met hen in overleg en gaan we vragen van, maar hoe zie je dat dan? En hoe zou je dit dan willen? En hoe zou je dat willen? En dat alles bij elkaar maakt dat we uiteindelijk tot een, zeg maar een soort eisenpakket komen, om vervolgens dan ook richting een architect te gaan en daar met elkaar de eisen voor te leggen en zo te komen tot een voorstel. Dat geldt bijvoorbeeld voor het werkplekconcept, maar dat geldt ook voor eventuele huurders. En als u mij vraagt, zijn er al toezeggingen en zijn er al concrete afspraken? Nee. Nee, uiteraard niet. Want het moment van go or no go, dat moet echt nog komen. Wij zijn nu nog in de voorbereidende fase en het is een voorbereidingskrediet. En komen we bij u terug? Jazeker komen we bij u terug om uiteindelijk u de keuze te laten. Gaan we het wel doen of gaan we het niet doen? En dat zal dan, wanneer dat zal worden, maar het liefst zo snel mogelijk. En dan krijgt u als raad uiteraard de gelegenheid om te zeggen we doen het wel of we doen het niet. En de fase die we nu ingaan, betekent dat we met serieuze huurders in gesprek gaan. En wanneer we serieuze huurders hebben, en ik kan u wel vertellen, er zijn ook mensen die ons opbellen en vragen van, oh, wij zijn eventueel wel geïnteresseerd. Dus de verwachting dat we vierkante meters kunnen opvullen, ik denk dat het een reële verwachting is. Ik zal even onderbreken. De heer Ruskin, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ben in ieder geval blij om te horen dat de wethouder aangeeft dat dit voorbereidingskrediet, dat daarin ook het concept verder ontwikkeld gaat worden. En dat daar ook nagedacht gaat worden over hoe er in dit huis gewerkt kan worden en hoe je daar invulling aan geeft. Betekent dat als u straks bij de uitvoering van het voorbereidingskrediet en u gaat dat verder uitwerken, dat er straks ook 2 of 3 scenario's komen te liggen? Of gaat u uiteindelijk aan de raad 1 voorstel neerleggen wat een uitgewerkt voorstel is waar we dan ja tegen nee kunnen zeggen? Want nu hebben we ook 2 scenario's. Daar wordt niet een besluit over gevraagd van goh raad, geef aan scenario 1 of 2. Wat u vraagt is een voorbereidingskrediet om het verder uit te werken. Zit dat straks ook in het definitieve voorstel richting de raad? Met die visie erachter. Ja, voorzitter, dit college is niet zozeer om nou, ik weet niet hoeveel scenario's voor te leggen. Als college nemen we graag een bepaald standpunt in en nemen we u als raad graag mee in de keuzes. Maar ik laat het in die zin volledig aan de raad. Als de raad van mening is dat zij meerdere scenario's wil hebben, kan zij meerdere scenario's krijgen. Overigens wil ik er wel op wijzen dat als je het hebt over een voorbereidingskrediet en het uitrekenen van alle kosten, daar zijn we niet van uitgegaan bij de aanvraag van dit voorbereidingskrediet. Wat wij nu gaan doen is scenario 2 uitwerken, waarbij ook met name de post duurzaamheid een onderdeel zal krijgen. Dus die keus zit er absoluut nog wel in. Ik pauzeer even, want ik dacht dat er een vraag kwam, anders ga ik even door. Zou u de microfoon uit willen zetten? Dank u wel, voorzitter. Ik wil even kijken of ik de wethouder goed begrepen heb. Hij zegt, we gaan met het voorbereidingskrediet verder. Dan gaan we niet met allerlei verschillende scenario's komen. Want wat wij zouden willen gaan doen, is namelijk scenario 2 uitwerken. En als we die hebben uitgewerkt, komen we terug bij de raad. En dan geven we de raad inzicht van, dit is ons voorstel en zo willen we het gaan doen. Heb ik het zo goed begrepen? Dat heeft u goed begrepen. Waarbij ik ook heb gezegd, als de raad het anders wenst, dan hoor ik dat graag. En dan kan de raad het krijgen zoals hij wil, met de bijbehorende consequentie. Dan komt er nog een vraag van de heer Jonker. Dank u wel, voorzitter. We hebben vooraf ook paar vragen gesteld. Daar hebben we ook al keurig netjes antwoord op gekregen. We hebben daar onder andere gesteld van de duurzaamheid. En toen kregen wij terug dat er ook een onderzoek loopt of onderzoeken gaande zijn omtrent duurzaamheid om dit gebouw in 2040 energie neutraal te maken. In hoeverre loopt dit ook mee in dit plan? Ja, voorzitter, dat laten we gewoon meelopen. Maar u zult zich kunnen voorstellen dat met name juist dat punt, dat het wellicht
ook wel extra kosten met zich meebrengt, wat niet in scenario 2 zit, maar die keuzemogelijkheid, die zal ik zeker, daar zal ik zeker op terugkomen. Oké, voorzitter, zal ik nog even wachten op de heer Veldmeijer? Hoegeland, de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag aan de wethouder vragen over die 150.000 euro. Hoe hard is dat? Waar is dat? Hoe komt u tot dat bedrag? En kan het ook zo zijn dat u maar de helft nodig heeft? Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een inschatting die gemaakt wordt, ambtelijk gezien. En je brengt gewoon in beeld van wat wil je ervoor gaan doen. We moeten in contact treden met kandidaathuurders. We moeten inventariseren van de wensen enzovoort, eisen met betrekking tot inrichtingen en verbouwingen. Vervolgens moeten we een architect selecteren. We moeten ontwerp laten maken. En dat geldt niet alleen voor de huurders, maar dat geldt ook voor het flexconcept. Dat geldt ook voor wat betreft de duurzaamheid. Dus er is een ambtelijk een inschatting gemaakt waarbij 150.000 euro als reëel wordt geacht. En als u mij nu vraagt, ik kan geen koffiedik kijken. Maar ik ga ervan uit dat we met 150.000 rondkomen. Voorzitter, ik wil aan de wethouder vragen of het mogelijk is om daar een sheet van te krijgen hoe het college tot die 150.000 euro is gekomen. Is dat mogelijk? Ja, voorzitter, alles is mogelijk. Voor wie gelooft, zou ik graag zeggen. Ik heb de activiteiten heb ik op de rij staan, maar ik heb daar geen bedrag achter staan. Ik zou dat even ambtelijk moeten uitzoeken. Maar ik kan u in ieder geval wel laten weten wat we gaan doen. Wat de kosten daar exact van zijn. Ik zou dat even ambtelijk moeten laten uitzoeken. Dus ik doe die toezegging niet, maar ik zeg u wel toe dat ik het even uit ga zoeken. Ja, voorzitter, dat is volgens mij ook een toezegging, maar ik zou het toch heel erg op prijs stellen om daar wel een overzicht van te krijgen op welke manier men tot die 150.000 euro is gekomen met een onderbouwing. Dan gaan we dat doen. Jansen Smelt, ja. Bedankt, voorzitter. Ik ben het eens met de heer Veldmeijer. We hebben het over een bedrag van 150.000 euro. En ik ben dan daarom ook nog wel heel benieuwd of er alternatieven zijn. Maar er werd net ook gesproken dat het onderdeel met de reparatie van de brandveiligheid, dat we daar al mee bezig waren. Ik vraag me af, is dan het volledige budget van die 150.000 euro, is het dan wel nodig? Als we dit toch al inmiddels aanpakken, dus valt dit dan buiten beschouwing? Ja, dat valt buiten beschouwing, want de brandveiligheid pakken we al aan. We hebben het ook nog niet over een bouwkrediet. We hebben ook voorbereidingskrediet om dit verder uit te gaan zoeken en nader bij u als raad terug te komen. De problematiek met betrekking tot de brandveiligheid wordt op dit moment gefinancierd uit onderhoudsbudgetten. Maar dat betekent dus eigenlijk toch dat een onderwerp minder aan de orde is, waardoor we toch een lager budget hebben. En daarnaast had ik dan nog wel een vraag. En dat was van, goh, als wij dit, kan het zijn dan als wij het investeringskrediet, voorbereidingskrediet van 150.000 euro, als we dat in ieder geval hebben geïnvesteerd, kan het dan ook zijn dat wij dus doorgaan zonder vervolgplan. Dus dat we eigenlijk die 150.000 euro vervolgens kwijt zijn. Of gaan we sowieso door? Mevrouw Jansen, dat is aan u als raad, of we al dan niet doorgaan. Het voorbereidingskrediet wat ik van u als raad vraag, is bedoeld om met u, bij u terug te komen met een goed gedegen voorstel, op basis waarvan wij verder kunnen met die herinrichting van het gemeentehuis. En op dat moment kunt u zeggen van, gaat u maar door of gaat u niet door. Als u dan tegen mij zegt, u gaat niet door en u doet alleen maar het hoognodige, dan constateer ik dat we dan wellicht van die 150.000 euro, dat dat een deel weggegooid geld is. Dan ben ik heel benieuwd naar de onderbouwing, zoals Erik ook al aangaf, in Veldmeijer, naar de onderbouwing hoe we aan die 150.000 euro komen. Dank u wel. Ja, meneer de voorzitter, ik wil er toch op wijzen dat het hier niet zozeer gaat over de besteding van het voorbereidingskrediet. Het gaat uiteindelijk om de herinrichting van een gemeentehuis.
En wat ik u nu vraag is 150.000 euro om te komen tot een gedegen plan op basis waarvan u als raad de keuze kunt maken of we al dan niet dit gemeentehuis gaan herinrichten naar de eisen van deze tijd. Ik heb eigenlijk al aangegeven, wat gaan we doen dan met kredieten? Het flexconcept gaan we ook verder ontwikkelen. We gaan een werkgroep hier intern instellen. Hoe gaan we daarmee aan de slag? Overigens wil ik erop wijzen dat enerzijds medewerkers natuurlijk graag meedenken over hoe het eruit mag gaan zien. Maar het is ook een bepaalde visie die je als organisatie hebt. Van hoe zouden wij als organisatie, als gemeente willen opereren? We zijn een regiegemeente. Dat betekent ook dat we... dat heeft bepaalde consequenties die uiteindelijk ook van invloed zijn op het welbevinden en medewerkers en hoe zij in de organisatie opereren. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het werkplekconcept dient aan te sluiten bij die visie die er ook amperlijk door de top is geformuleerd. Dan zijn er een paar concrete vragen gesteld, onder andere met betrekking tot de bibliotheek. We zijn met een aantal mensen in gesprek. Wat er met de bibliotheek gaat gebeuren, ik heb geen flauw idee. Daar gaat de bibliotheek over. En dat moeten ze ook zelf zeker gaan doen. En dan loop ik even de vragen naar die er nog openstaan. De visie, GPT en eigenlijk zegt de ChristenUnie dat ook, hè, van wat is nou de visie die erachter zit? Nou nogmaals, het gaat over ontmoeting, het gaat over traffic in dit huis. De bibliotheek is een partner waarvan je zegt, die heeft ook aangegeven, wij willen veel meer werk gaan maken, ook over taalkursussen, leerachterstanden, dat soort aspecten. En dat past toch feilloos ook binnen de concepten die we binnen de gemeente daarin hanteren. Daarnaast is het zo, een plek van ontmoeting, dat wil de bibliotheek, die heeft dat ook duidelijk naar ons kenbaar gemaakt, van we willen veel meer inzetten op de connectie in plaats van op de collectie. Mooi gezegd overigens. Taalpunt, cursussen geven, misschien ook wel exposities. Dus ja, als je dan terugdenkt van wat zou je op die gegeven moeten zetten, dan is misschien ontmoeting nog wel een hele goede. Met dank aan de heer Rusker. Maar ik zal dat ook meenemen in ieder geval om dat ook nog helderder te formuleren en ook daar bij het uiteindelijke voorstel terug te komen. Even kijken, wat hebben we nog meer aan vragen? Nou ja, de term vakken vullen, volgens mij is die nu wel afdoende beantwoord. Aan de andere kant, oh ja, dat was het punt wat ik net nog even wilde memoreren. We hebben hier natuurlijk te maken met een gemeentelijk gebouw. En de gemeentelijke gebouwen, daarover komt straks nog een visie naar u toe. Van hoe gaan we daarmee om met het gemeentelijke vastgoed. En hoe je het ook bent verkeerd, is ook eigenlijk gewoon een kwestie van, je moet het zakelijk bekijken. Als wij dit huis gaan herinrichten, gemeentelijk vastgoed. Dan moet je het zo optimaal mogelijk doen. Dan moet je ook zorgen dat je zoveel mogelijk en efficiënt gebruik van maakt. En dat geldt ook financieel gezien. De mogelijkheid om de oostzijde van dit gemeentehuis ook afzonderlijk een ingang te geven, betekent ook dat in die zin, enerzijds het zit in hetzelfde gebouw, maar het staat aan de andere kant ook een beetje los van. Dus dat die connectie er toch is, mogen duidelijk zijn. Maar het is ook een kwestie, ja, u noemt het vak kan vullen, maar het is ook een kwestie van efficiënt omgaan met de ruimte en met de financiële middelen. De heer Veldmeijer komt nog met een vraag tussendoor. Aan u het woord. Dank u wel. Ja, ik wil de wethouder vragen, want in het punt zitten een aantal maatschappelijke organisaties, waardoor eigenlijk het moeilijk is geworden om dat goed te exploiteren. Hier komen maatschappelijke organisaties. En u heeft het steeds over traffic. En volgens mij, als je daar zorgzaam weghaalt en je vluchtelingenwerk haalt daar weg en je zet dat hier neer, dan krijg je daar traffic bij, punt. Wordt daar ook over gesproken, over nagedacht? Is dat ook een optie? U bedoelt dat wij vluchtelingenwerk bijvoorbeeld uit Vlaamsdorp zouden weghalen naar Friesenveer? Nou, ten eerste, daar is bij mij weten helemaal sprake van. Maar het lijkt mij in dit stadium ook niet goed om nu mededeling te doen over met welke partners wij in gesprek zijn. Want die gesprekken, dat moet allemaal nog echt concreet gaan worden. Er is belangstelling.
En welke partners dat eventueel zijn, daar kom ik uiteindelijk bij u terug. Maar op dit moment is het gewoon te vroeg om daar mededeling over te doen. Ik check nog even mijn lijstje of ik zo'n beetje alle antwoorden heb gehad. Toezeggingen heb ik ook al aangegeven, die zijn er nu nog niet. Het moet allemaal nog geëffectueerd worden. Volgens mij, voorzitter, heb ik alle vragen beantwoord. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage, wethouder Koster. Dat was de eerste termijn. Dan kunnen we opgaan voor een tweede termijn, indien daar behoefte aan is. Dan geef ik graag het woord aan de GBT. Heer Elsinga. Ja, dank u voorzitter. En wethouder, bedankt voor de beantwoording. Kijk, in het raadsvoorstel er zijn geen scenario's vermeld. Er wordt verwezen naar een raadsinfo, maar we zijn hier bij een openbaar raadsdebat. De mensen thuis hebben geen idee waar het over gaat. Dus dan moet je die scenario's wel hier gaan melden. Want wij kunnen hier niet praten, vind ik, in een raad, terwijl mensen niet bij een besloten raadsinfo zijn geweest, want die weten het gewoon niet. Er waren dus twee scenario's. De één was 1 miljoen, laten we dat nog maar gewoon zeggen, want dan weet iedereen het ook. En die andere is 2,5 à 3 miljoen. En het college kiest dus voor het laatste scenario, wat dus 2,5 à 3 miljoen gaat kosten. Maar daar komt het op neer, dat hebben we net de wethouder horen zeggen. Dus komen er ook niet meer scenario's, nemen wij dan aan. Dan, voorzitter. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd naar die raadpleging van die medewerkers, hoe dat uitpakt. Dat het in alle lagen van de afdelingen, dat die daarin mee kunnen doen en daar een beeld over kunnen geven. Want draagvlak is gewoon belangrijk en de medewerkers hebben er gewoon bijna dagelijks mee te maken, werken in die situatie. Dus het is gewoon een belangrijk punt, dat je daar, dat het daar de stap meteen goed is. Daar zou ik toch wel heel erg de nadruk op willen leggen, voorzitter. Dan de visie. In mijn ogen geeft u nog steeds geen visie. De heer Reusken van de PvdA die noemt huis van ontmoeting en dan denkt u, ja, laat ik het dat maar zeggen. Maar zo komt het een beetje over, de huis van ontmoeting. En we hebben reuring en traffic, maar dat is natuurlijk geen visie. De visie zit hem in, je komt met een aantal partners in dit huis. En dan ga je kijken, wat voor kruisbestuivingen zijn er mogelijk. He, waar op basis van je werkzaamheden de kennis van die maatschappelijke partners kunt gebruiken, waardoor je dingen efficiënter kunt doen. Dan zie je dus zo'n WMO-loket, zorginformatiepunt, heel logisch. We hebben nauw contact met de WMO-consulent in dit huis. Voorveld met het achterveld, dus je kunt heel snel dingen kortsluiten. Kunnen we allemaal volgen. Vrijwilligerswerkpunt kunnen we ook volgen. Maar de bibliotheek heeft in principe qua werkzaamheden een relatie met een gemeentehuis van niks. De bibliotheek is natuurlijk heel wat anders dan de werkzaamheden die mensen hier in het gemeentehuis doen. Tuurlijk, je kunt ze gebruiken, zeg ik maar even, om inloop te krijgen, om reuring te krijgen. Maar op zich, het is geen visie, een separate visie of zo. Dus die maken gewoon gebruik van een inloop en, ja, en dat hebben ze. Ze hebben een enorme aantrekkingskracht voor bezoekers. Dus ja, je krijgt wel reuring. Maar dat is niet alleen een visie. Dus kijk ook vooral even naar de werkzaamheden. Wat past het beste bij de gemeente en hoe kunnen we combinaties maken waar iedereen wat aan heeft. Waar de bevolking vooral wat aan heeft, maar waar je ook in de gemeente dus hier zoiets hebt met elkaar van hé, maar dat is een hele mooie combinatie of dat is efficiënt en daar zit een mooie synergie in. Zo moet je ook kiezen voor partners. Niet alleen maar omdat je toevallig snel en makkelijk kunt vullen. Ik noem het al vakken vullen. Maar zo leest het wel. We hebben ook het akkoord staan dat je de kennis moet binnenhalen. Je moet dat delen. Zo kun je besparen. Dus kennisdeling is wat dat betreft ook belangrijk. Kantoortuin, ja, flexwerkplekken, die worden gewoon kantoortuinen genoemd. Want ik denk dat u combiplekken bedoelt. Dat betekent dat je een kantoor hebt en daar zitten 6 werkplekken en dan kan iedere keer iemand anders dan gaan zitten. Laat maar zeggen, dus niemand heeft een vaste werkplek. Dat zijn combiplekken of combiflexwerkplekken. Maar kantoortuinen, daar werd in die bijeenkomst in januari echt wel daarboven over gepraat van een open ruimte waar je wat staartafels hebt en waar mensen dan, nou dat is gewoon een kantoortuin. En die kunnen wel succesvol zijn, alleen het gaat de manier waarop je het doet. Het moet klein, nou er zijn allerlei tips over hoe je dat kunt doen, verdiep daar goed in. En gaan die medewerkers nogmaals niet voorbij, want we hebben niets aan
mensen met concentratieproblemen, dat de privacy onrustig is en al die dingen die we net al even genoemd hebben. Wij gaan de beantwoording en ook de reactie op vragen, over die anderhalf ton, die onderbouwing, die zien we dan allemaal wel tegemoet. In de fractie uiteraard binnenkort bespreken en dan gaan we eens even kijken hoe wij dan in de raadsvergadering hierop terugkomen, voorzitter. Dank u wel, heer Elzinga, voor uw bijdrage in de tweede termijn. Dan geef ik graag het woord aan de CDA, aan de heer Jansen Smelt, mevrouw Jansen Smelt, excuus. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad. Ik wil toch nog heel even terugkomen op het voorbereidingskrediet. Stel, we geven met z'n allen hier toestemming om het krediet voor de voorbereiding, dus die 150.000 euro. En we gaan eigenlijk niet door nadat deze besteding is geweest. Wat gebeurt er dan? Wat is er dan gebeurd in de tussentijd met die 150.000 euro? Is het dan weg of is het volledig gebruikt of is er nog een deel over naar verwachting? Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Op een gegeven moment wanneer wij dus niet akkoord gaan met vervolgstappen verder. Daarnaast is in mijn vorige termijn is nog even aangegeven hoe ik op het aantal FTE kwam. Ik noemde het coalitieakkoord excuses, het was namelijk de programmabegroting. Op bladzijde 73 staat namelijk 6 FTE voor ruimte, 9,5 FTE voor samenleving, 9,5 voor bedrijfsvoering, 1 voor de programma's. Dat is samen is dat 26 FTE, waarvan een deel interne opvulling is, maar daarnaast nog 700.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor het overige aantal FTE. Dit heb ik op basis gedaan van eigenlijk de berekening ook die u de vorige keer had aangegeven, namelijk ongeveer 50.000 euro per FTE. Goed. Ik denk dat de heer Elzinga daar een vraag over heeft. Nou, voorzitter, blij dat het inderdaad de coalitieakkoord, dat wij dat goed kennen en gelezen hebben, die 22. Ik zou daar nooit aantallen in opnoemen. Ik heb wel 22 even geteld, er staat er 18 keer in, onderaan de pagina. Coalitieakkoord, GBT, CU. 2018, 2022 en dat staat er dan 18 keer. Maar over het programma, dat is toen al uitgelegd. We hebben toen de wethouder de vraag gesteld hoe die aantal tot stand is gekomen. Maar het kwam er gewoon op neer dat bijna iedereen hier al gewoon werkte. Die waren hier al gewoon 3-4 jaar. Dus er is helemaal niets nieuws bijgekomen, een keer een stuk of 3-4. Verder helemaal niets. Nou, ik las het toch wel echt op een andere manier. Dat op het moment dat er toch meer mensen binnenkomen, vandaar dat ik ook de vraag heb gesteld van als er meer mensen, meer FTE hier binnenkomt, of in ieder geval de invulling wordt intern hier opgelost. Dus stel, mensen krijgen dus meer uren erbij, komen we dan niet in de knel met het aantal plekken dat verhuurd wordt. En daar wou ik dan ook graag nog antwoord op, en daar heb ik nog geen antwoord op. Dank u wel. Ja, voorzitter, ik wil er toch iets op aanvullen, want er wordt hier nog steeds een suggestie gewekt dat er extra mensen zijn gekomen. Als er extra mensen hier komen, FTE, en dat zouden 26 of 27 of 30 kunnen zijn, dan komt u toch naar de raad als college en dan moet er extra geld bij komen. En als het binnen het budget blijft, dan hoeft het helemaal niet. Dus ik vind het gewoon fout om eerst het coalitieakkoord aan te houden wat niet klopt en nu komt u met dit wat al lang weer legd is. En de heer, toch weer heer Elzinga, ik begrijp uw punt, maar het gaat hier om het krediet wat voor ligt. Dank u wel. Sorry, ik geef graag het woord aan de heer Smelt van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Gelukkig dat u daar geen fout mee maakt met de heer Smelt, daar ben ik ook inderdaad echt. Voorzitter, dank voor de beantwoording van het college. We constateren in eerste termijn dus terecht dat de visie voor de toekomst van het gemeentehuis vooralsnog ontbreekt. U gaf het ruidelijk toe. U maakt gelukkig wel gebruik en duidelijk dat u in de basis kiest om maatschappelijke instellingen te huisvesten in deze plan. In hoeverre bepaalde vormen van zorgaanbieders daarbij in het onderzoek betrokken kunnen worden, is wat ons betreft het onderzoeken waard. In eerdere studies van Wel Eer is ons namelijk bekendgemaakt dat u daarin zelfs ruime dacht en ook vormen van horeca een optie zou vinden voor het gemeentehuis. Mooi dat u onze assist, om in voetbaltermen te spreken,
van ChristenUnie en PvdA GroenLinks zo prachtig binnenkopte door het huis van ontmoeting te omarmen. Maar daarmee hebben wij de uitwerking nou natuurlijk nog niet definitief gemaakt waar wij u naar vroegen. Het is belangrijk om in de visie duidelijk te maken aan de markt welk gebouw en welke functie u hier heeft. Niet voor de korte, maar zeker wel voor de lange termijn. Traffic en reuring zijn daarbij wat ons betreft prima ingrediënten die het gevolg kunnen zijn van de visie. Het samenbrengen van diverse aanvullende functies in dit huis, die ook uw organisatie kunnen verbeteren, verdient wat ons betreft dan ook zeker onze aanbeveling. Op de vraag, hoe vaak komt u nog terug bij de Raad? Ik stelde u dat. Heeft u ons duidelijk gemaakt dat u nog een aantal keren bij ons terugkomt? De uitwerking van meerdere scenario's verbinden wij als fractie wel degelijk aan het toekennen van het voorbereidingskrediet. Wij willen als Raad en zeker als fractie met u aan de bal blijven en stapsgewijs aan de hand van voorstellen besluiten nemen. Als voorbeeld noem ik u, hoe wordt de architect geselecteerd? En we stellen u voor om de presentaties die de architecten u maken, om die aan de Raad voor te stellen, zoals ook gedaan is bij het selecteren van de architect voor de verbouw of nieuwbouw van het huidige gemeentehuis. Ook de suggestie van de PVV om studenten uit onze gemeente te betrekken bij de uitwerking spreekt ons in basis zeer aan. Wij adviseren u om die suggestie ook mee te nemen. Dat er een krediet nodig is om het gemeentehuis aan de eisen van de tijd aan te passen met een rendabel model, met een sluitende business case en met meerdere beslismomenten voor de Raad stelt ons in die zin dan ook gerust. Daar zijn wij blij mee, college. Wij zullen ons aan de hand van de beantwoording, maar ook aan de hand van dit debat, nader beraden of wij het voorstel ongewijzigd, dan wel gewijzigd in de Raad kunnen aannemen. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage, de heer Smilt. Dan geef ik graag het woord aan de heer Jonker van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording in de eerste termijn. Er is nog veel onduidelijk. Het is ook nog een beetje een avontuur wat mij betreft. Het personeel moet ook nog geraadpleegd worden. Ik zou het college willen adviseren om de visie duidelijk op papier te zetten. Maar ook te specificeren wat nou echt nodig is. Wettelijk ook ten aanzien van brandveiligheid. En ja, wat men in de toekomst wil. En de wethouder gaf net ook al aan dat er ook een visie op komst is van het gemeentelijk vastgoed. In mijn beleving hoort dat als eerste voorop te gaan, zodat we dat ook als meetlat kunnen leggen naar een verbouwing of herinrichting van het gemeentehuis. Dit was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, heer Jonker. Ik geef graag het woord aan de heer Reusken van PvdA GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de reactie van de wethouder, die vrij uitgebreid was en ook duidelijk was en helder was. Een eerste doorkijk van waar we naartoe willen en waar het naartoe zou moeten. Maar blijf staan dat we dat graag terug zouden willen zien straks ook in de uitwerking. En ik ben ook benieuwd naar zijn reactie op de inbreng van de heer Smelt van de ChristenUnie. Want dat steunen wij wel zoals dat verwoord is. In de basis zullen wij en vinden wij het noodzakelijk dat er aan de slag gegaan wordt. Het is niet alleen noodzakelijk, dat heb ik ook eerder gezegd, het is ook wenselijk. Dus in die zin staan wij niet afwijzend tegenover dit kredietvoorstel. Wij zijn afrondend benieuwd naar de definitieve voorstellen en de visie over de gebruik en de werkconcepten van een duurzaam en bestendig huis van de ontmoeting. Voor inwoners, voor gebruikers en voor medewerkers. En dat is belang, niet alleen maar voor de nu, maar ook voor in de toekomst. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Reusken. Dan geef ik nog graag het woord aan de heer Koster voor wat antwoorden op de vragen die gesteld zijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de Raad een aantal dingen zeggen. Er ontbreekt een stukje visie.
Dat neem ik mee en daar kom ik op terug. En dan gaan we ook in het uiteindelijke voorstel gaan we dat helderder formuleren. Ik wil overigens wel opwijzen dat als je het hebt over visie, dat het ook strijdig kan zijn met... maar dat het toch in de weg staat om mogelijke huurders hier in dit pand te krijgen. Want ja, als je een bepaalde visie ontwikkelt, dan kun je zeggen, nou die partner past wel in het beeld en die partner past er niet in. Daarnaast moet je ook kijken, wat de GPT-fractie ook zegt, van ja, kennisdeling. Ja, je zou je bijna kunnen voorstellen dat als je het hebt over bijvoorbeeld RO-zaken, dat je zegt van nou, we gaan een architect in het gemeentehuis vestigen, want dat is lekker handig ook met, of een makelaar. Dan praat je niet meer over maatschappelijke organisatie, dan praat je echt puur over commerciële tarieven. Dat betekent ook dat je een bestemmingsplanwijziging zou moeten doen en de vraag is of dat dan bedoeld wordt. Dus het staat een beetje op gespannen voet, maar ik snap de boodschap heel goed, heer Smel. U wilt iets meer visie en dat krijgt u. Ja, voorzitter, de beantwoording van de wethouder daagde mij uit om hier naartoe te lopen. En naarmate ik verder kwam, kwam toch het woordje maatschappelijke instellingen uit uw mond en beantwoorden. Want daarmee beantwoordde u ook dat u zegt, dit is een huis voor de gemeente en maatschappelijke instellingen. Ik verwees in mijn termijn dat er in eerdere studies van uw voorgangers wat ruimer gedacht werd. En daarom vraag ik u om wat nader te specificeren wat u wilt met de invulling van het gemeentehuis als het om uw college gaat. En als u zegt van ja, visie is ergens ook bedreigend, want daarmee kunnen we niet krijgen wat we misschien willen. Dan stel ik u voor om de visie zo op te stellen dat u krijgt wat u wilt. Want dat kan namelijk ook met de visie. Hartelijk dank, meneer Smelt. de GBT-fractie die benadrukt nog andermaal van zorg nou dat je draagvlak hebt bij die medewerkers. Ik vind dat ook uitermate belangrijk, dus daar gaan we echt mee aan de slag. En, het betekent niet dat het zo gaat gebeuren. Die veronderstellingen moeten ook niet gaan leven. Maar wij zoeken draagvlakken en wij betrekken de medewerkers in het totale beeld wat er moet komen. De CDA-fractie vraagt andermaal wat er met de 150.000 euro gaat gebeuren als het allemaal niet doorgaat. Volgens mij heb ik de vraag beantwoord. Kortweg, dan is het weggegooid geld. Daar komt het op neer. Hoewel een aantal dingen kun je natuurlijk voor kennis meenemen naar de toekomst toe. Dus het is wel wat strak geformuleerd. Ja, het aantal FTE's. Er is uitgegaan van het aantal FTE's wat op 1-1-2019 in dit huis aanwezig was. En als u mij vraagt hoeveel dat precies zijn, volgens mij was dat iets van 143, 148 FTE's. Op basis daarvan is verder die indeling gemaakt. In het gemeentehuis. Maar goed. De ChristenUnie zegt ook, en op zich vind ik dat eigenlijk best wel een goed idee. Die vraagt om meerdere scenario's. Ja, u vraagt en wij draaien. Dus als u meerdere scenario's wilt, dan krijgt u meerdere scenario's. Als u zegt van hoe komen we tot de keuze van de architect, dan kunnen we ook, u geeft daarin een suggestie. Die suggestie neem ik ook mee. En als er uiteindelijk een plan wordt gepresenteerd, wilt u als raad daarin meegenomen worden. Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend. En de beslismomenten, daar heb ik ook gezegd, ik kom daar bij u op terug, zodra er weer wat te beslissen valt. Volgens mij heb ik dan nagenoeg alle vragen beantwoord, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Koster, voor uw inbreng in de tweede termijn. En dan wil ik graag een conclusie formuleren. Er is denk ik een toezegging gedaan door de heer Koster over de verantwoording van de 150.000 euro. De samenstelling daarvan. Die is gedaan door de heer Veldmeijer. Ik denk dat ik mag aannemen dat dit wordt doorgeschoven naar de bespreekagenda. Goed, dan is dat de conclusie. Dan gaan we verder met het volgende onderwerp. Het volgende onderwerp is een meerjaren beleidsplan van de politie 2019-2022. Het is een beetje dubbel, want het is wel een raadvoorstel, maar het kent geen raadsbesluit. Het gaat hier om een hoorprocedure. En
kunt daarop uw reacties geven. Er hebben twee partijen zich aangemeld hiervoor. Dat is de heer Jonker van de SGP en die geef ik graag eerst het woord. Dank u wel, voorzitter. Conform artikel 38 van de politiewet moet de burgemeester de raad horen voorafgaand aan de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan. We maken daar graag gebruik van. We kunnen niet alert genoeg zijn als het gaat om onze veiligheid. Allereerst wil de SGP-fractie haar waardering uitspreken over het werk wat de politie doet. En dat geldt ook voor de burgemeester als verantwoordelijke voor de handhaving van de openbare orde. Zeker in deze tijd waar de politie steeds meer te maken krijgt met agressie en geweld tegen de politie. Vandaag zijn er ook weer cijfers gepubliceerd en naar buiten gebracht. Het ontzag voor het gezag neemt af. Voorzitter, het gaat om onze veiligheid, de veiligheid van onze leefomgeving. Laten we helder zijn. Het probleem als het gaat om de leefbaarheid, veiligheid van de samenleving, ligt dat niet bij de politie, maar in de maatschappij. En dat zijn we met z'n allen. Als raad hebben we zeer beperkte invloed op dit beleidsplan, maar het is wel goed om in de raad dit onderwerp aan de orde te hebben. Het afgeven van een signaal vanuit de raad als volksvertegenwoordiging is zeker op zijn plaats. Daarom willen we een aantal zaken benoemen. Als we lezen in het plan, lezen we dat de werkdruk erg hoog is. Er is te weinig capaciteit. U zult als burgemeester daarvan in beeld zijn. Maar het leert wel de vraag van hoeveel zaken blijven er liggen. Heeft u daar ook invloed op? Is u dat bekend? Er wordt ingezet op de werksituatie te verbeteren. Het ziekteverzuim is hoog, 7%. Doelstelling is dit te verlagen naar 6%. Een dergelijk hoog ziekteverzuim is vaak een signaal dat er onvrede heerst in de organisatie. Welzijn van de medewerkers moeten op orde zijn. Daar begint het mee. Dat gezegd hebbende, ik weet dat wij hier met elkaar hier ook geen oplossing voor hebben, maar het gaat er wel over dat we de zorgen delen en elkaar oproepen wat we wel kunnen. Allang geven chefs signalen dat het piept en kraakt in de teams, zo kunnen we lezen in het plan. Wat kan de burgemeester, al dan samen met alle andere burgemeesters, deze zaken bijvoorbeeld agenderen bij de Rijksoverheid? Welke inspanningen heeft u daarvoor verricht of bent u bereid dat te gaan doen? En dan, voorzitter, ten aanzien van de genoemde speerpunten in het plan. De politie richt zich op kwetsbare personen met extra aandacht voor jongeren die doorgroeien naar crimineel gedrag. Deze gevallen laten een duidelijke stijgende lijn zien. Dat heeft consequenties voor de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk om de zorg aan deze mensen goed te organiseren. Hoe gaat het college dat vervolgens vertalen naar bijvoorbeeld de capaciteit in het sociale domein? Ik weet niet dat het is hier niet helemaal aan de orde in dit debat naar aanleiding van, maar het roept er wel vragen op. En straks is dat punt ook geagendeerd. Er zijn nu al wel wachtlijsten in de jeugdzorg. Preventie staat immers hoog in het vaandel van Twenterand. Kan de burgemeester ons vertellen hoe en wat de samenwerking tussen de politie en het team sociale domein van de gemeente is? Vindt er bijvoorbeeld informatieuitwisseling plaats? Verder lezen we in het rapport dat in Oost-Nederland niet voldaan wordt aan de landelijke uitgangspunten voor huisvesting van de politie. Daarbij gaat het om andere het realiseren van steunpunten. Hoe zit dat in Twenterand? De heer Jonker, zou u willen afronden? Ja, ik heb nog een paar dingen. Misschien liggen er kansen. Aan de ruimte kan het niet liggen, want die is er voldoende in dit huis. Voorzitter, we kunnen zelf als gemeente bijdragen aan de veiligheid van onze leefomgeving. De burgemeester heeft daar nog een opdracht liggen met betrekking tot de BOA's. We wachten dat ook in spanning af. Naburige gemeenten komen daar al meer naar buiten. En verder zouden wij de oproep van bijvoorbeeld de Dorpsraad willen onderstrepen, bijvoorbeeld van Vriezenveen, om ook te doen aan de uitrol van WhatsApp-veiligheidsgroepen. Ik weet, misschien gebeurt daar al wat in, maar misschien kunnen we dat ook onderstrepen. Zo helpen wij elkaar. En tot slot, voorzitter, wordt dit plan ook gemonitord? En hoe worden wij daar als raad in meegenomen? Dit was het, voorzitter. Dank u wel, heer Jonker. Wil ik graag het woord geven aan de heer Veldmeijer van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van het ontwerp meerjarenplan 2019-2022, voorzitter, vielen ons een aantal zaken op. Zo zien we dat voor de regio Oost-Nederland de politie zich als doel heeft gesteld in 2019 om 91 criminele samenwerkersverbanden aan te pakken. 91.
En dit betreft dus louter Oost-Nederland. Dit zijn er ontzettend veel, onvoorstelbaar veel. En wij zijn in Oost-Nederland ook een levensmiddelensector. Maar we hebben blijkbaar in Oost-Nederland meer criminele samenwerkingsverbanden dan levensmiddelenbedrijven. En daar schrikken we van. Het lijkt alsof de maffia wortel heeft geschoten in Oost-Nederland. En in de toekomst blijkbaar ook nog weet uit te breiden. En natuurlijk, Oost-Nederland is niet Twenterand. Maar voorzitter, kijkend naar de gemeente Twenterand, zijn hier criminele samenwerkingsverbanden actief in de gemeente? En heeft de politie daar zicht op? En kijken we naar de mensenhandel in 2019, dan heeft de politie zich als taak toegelegd dat men 24 verdachten gaat oppakken in 2019. En in 2022 moeten dat er 30 zijn. Voorzitter, worden er over 4 jaar meer verdachten van mensenhandel opgepakt omdat de capaciteit van de politie toeneemt? Of komt dit omdat de mensenhandel toeneemt? Graag een toelichting. En in het meerjarenbeleidsplan wordt ook gesproken over jihadistische dreiging. Die blijft bestaan. Er wordt gezegd dat ook in Oost-Nederland jihadistische netwerken bestaan. En wij maken ons daar ernstig zorgen over. Te meer omdat uit een rapport van juni 2018 door het Sociaal-Cultureel Planbureau gebleken is dat meer dan de helft van de Marokkaanse, Turkse en Somalische moslims vindt dat een moslim moet leven naar de leer van de Koran. En laten hier nu 164 jihadversen in staan. Er wordt dus vaak opgeroepen tot geweld. En terroristen beroepen zich ook vaak op de Koran. En we zien in ons land ook een toename van het salafisme. Ook meer jongeren die de islam in zijn oorspronkelijke vorm omarmen. De heer Veldma, ik begrijp uw afweging, maar het gaat hier om een meerjarenbeleidsplan. Ja. Zou u daarin willen houden? Ja, maar er stond vandaag in de krant, voorzitter, dat er ook in Nederland meer radicale jihad-predikers zijn in Nederland. En terrorisme houdt zich niet aan grenzen. Dus de conclusie lijkt gerechtvaardigd. Hoe meer islam, hoe meer mensen we krijgen die deze idiote ideologie aanhangen, die haak staat op onze normen en waarden. Dus de mogelijkheid dat mensen radicaliseren neemt ook toe. En natuurlijk, in onze gemeente speelt het minder dan in de grote steden. Maar ik zei al, terrorisme houdt zich niet aan grenzen. Dus is er zicht op mogelijke jihadistische netwerken in onze gemeente? En is er ook zicht op van inwoners van de gemeente Twenterand die sympathiseren met IS of andere terreurgroepen? En zo ja, worden deze in de gaten gehouden. Tot slot, voorzitter. Of we het nu over het onderwijs hebben, over de zorg of over de politie, in al deze sectoren is sprake van een onderbezetting. Te veel administratieve druk, te weinig handen in de klas, aan het bed of op straat. En onze vraag is, in hoeverre is er een tekort aan agenten in onze gemeente en heeft de burgemeester daar ook invloed op als dat zo is? En is het ook zo dat, omdat we eigenlijk 2 BOA's missen in onze gemeente, dat de politie zich nu bezig gaat houden of bezighoudt met BOA-taken, hetgeen ten koste gaat van het echte politiewerk? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, heer Veldmeijer. Dat was de eerste termijn. Dan wil ik graag het woord geven aan de burgemeester om een aantal vragen te verduidelijken en te antwoorden. Mevrouw de burgemeester. Dank u wel, voorzitter. Dank u ook voor de bijdrage die geleverd is over dit meerjarenbeleidsplan van de politieeenheid Oost-Nederland. En u weet, het is een hele grote eenheid. En hier staat ook heel veel in. En met 76 burgemeesters en de hoofdofficier hopen wij, na alle raden gehoord te hebben, het ook vast te stellen. En ik ga toch een aantal punten bij langs. De werkdruk is hoog. U heeft al kunnen lezen, er is altijd een tekort. Er is bijgekomen. We hebben ook meer agenten in Oost-Nederland gekregen. Vervolgens is daar weer de sterkteverdeling op gedaan. En daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar ook dan blijft de werkdruk blijft hoog. En het ziekteverzuim, wat natuurlijk in het beleidsplan staat, is het gemiddelde over Oost-Nederland. En iedereen doet er alles aan om dat naar beneden te krijgen. Maar we weten natuurlijk ook dat de agenten, laat ik ze zomaar zeggen,
toch een hele zware taak hebben. En ook soms geconfronteerd worden met hele zware dingen, laat ik dat ook maar zeggen. Het gebeurt overal. Dus daar hoor je natuurlijk als burgemeester ook het enig toch wel een aantal dingen over als je het reguliere overleg met de politie hebt. Ja, wat wordt eraan gedaan om de sterkte nog groter te krijgen? Nou, we hebben behoorlijk veel erbij gekregen. Dat zal nooit genoeg zijn, laat ik dat ook maar zeggen. Maar er wordt alles aan gedaan, ook in het overleg van de regioburgemeesters van alle regio's in Nederland met de minister, om dat punt steeds maar weer te agenderen. Want daar moeten natuurlijk ook de middelen vandaan komen. Daar moeten we vervolgens ook het geld vandaan komen om meer in te kunnen zetten in de verschillende regio's. Ja, ik denk dat als het gaat om de samenwerking, wanneer het gaat om problemen in het sociaal domein, als het gaat om problemen bij jongeren, dat er een heel goed contact is op het goede niveau tussen alle partijen die daarbij betrokken zijn. En dat overleg wordt ook, zo gauw er een signaal is, wordt er een multidisciplinair overleg georganiseerd. En dan wordt ook gekeken, hoe kunnen we nu deze jongeren of deze inwoner zo goed mogelijk helpen. Dus dat gebeurt op een hele goede manier en is de samenwerking ook met het sociaal domein is er gewoon. Ook als het gaat om de jeugdzorg, ook als het gaat om onze jongeren. En ik moet u zeggen, ik heb natuurlijk een paar keer iets meegemaakt hier in onze gemeente. En dan geeft mij het heel veel vertrouwen dat de wijkagenten, de jeugdagenten, ook precies weten over wie ze spreken en waar het op vast zit en waar het om gaat. Dus de kennis van deze mensen is erg groot, ook wanneer het om onze omgeving gaat. En natuurlijk, wij moeten het met elkaar doen. En dan hangt het natuurlijk ook af, en dat weet u ook van mij, wanneer het gaat om de toezichtsrol, dat daar nog wel een tandje bij mag, of een grote tand bij mag. Maar dan zal ik ook namens het college zal natuurlijk ook met een voorstel komen bij de kadernoten. Dat zal duidelijk zijn. En wanneer het gaat om de WhatsApp-groepen, ook dat wordt op een goede manier gedaan in onze gemeente, in de verschillende kernen ook zo, dat ook inwoners alert zijn op datgene wat om hen heen gebeurt. Monitoring van het plan is er niet, hè? Dat is niet iets wat, maar natuurlijk wordt het wel regelmatig, komt het aan de orde. En we zullen dat ook weer terugzien in het beleidsplan van de politie, wanneer we dat jaarplan ook steeds weer vaststellen. In het driehoeksoverleg, wat ik doe samen met de burgemeester van Almelo, want ons team maakt deel uit. Almelo Twente Rand is het team Twente Noord. Ja, en de heer Veldmeijer geeft ook aan, we praten over grote aantallen. Als het gaat om die 91, als het gaat over wat voor onderwerp ook, dan praten we over grote aantallen. Het gaat natuurlijk ook over heel Oost-Nederland. Het is de grootste regio van het land ook, hè, wanneer het om de politieeenheid gaat. Praten we over grote aantallen en dan is het ook zo dat in die verschillende teams, in de districten ook, hè, district Twente, district IJsseland, in al die districten, maar ook in de teams, gewoon heel erg goed gekeken wordt naar wat speelt nu in de gemeente. Als ik kijk naar het overleg wat ik samen met de officier van justitie, de teamchef en de burgemeester van Almelo heb, wordt er ook echt heel goed gekeken naar wat speelt er in onze gemeente. En dan is het breed. Ik zeg ook altijd, alles gebeurt overal. We kunnen niet zeggen van nou, we hebben hier om Twente Rand iets staan en vervolgens gebeurt er niks. En het beleidsplan is natuurlijk ook zo opgesteld en u ziet het ook dat het ook een realistisch beleidsplan is om te kijken van waar zetten we op in als het gaat om die mensenhandel. Wie kunnen we daar op zo opsporen dat vervolgens er ook door de officier de opvolging gegeven kan worden zodat mensen ook veroordeeld worden. Dat is natuurlijk altijd een heel traject wat zeer zorgvuldig wordt gedaan. En vandaar ook dat de cijfers zoals ze zijn, komt het vaker voor. Komt nu ook heel veel voor. Maar het is de insteek van al de partijen, gemeente, politie en officier, om vervolgens ook een verdachte aan te houden. Maar vervolgens ook die verdachte ook te veroordeeld te krijgen. Zodat je genoeg in huis hebt waardoor dat kan. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar er wordt op alle mogelijke manieren op
ingezet door al die partijen. En ik denk dat het niet zo is in Twenterand dat de tekorten opgevuld van onze BOA's, toezichthoudende rol, opgevuld wordt door de politie. Maar vele ogen zien nog veel meer van datgene wat in onze gemeente ook speelt. En ik denk dat ik daar ook met de kale nota bij u op terug zal komen. En met z'n allen zijn we verantwoordelijk voor die veiligheid in onze gemeente. Tot zover, voorzitter. Er komt nog een vraag van de heer Jonker, naar ik mag aannemen. Ja, voorzitter. Eén vraag nog om een tweede termijn te voorkomen. Dank voor de beantwoording. In de stukken wordt ook melding gemaakt over zaken die, waar de politie gewoon niet aan toe komt. En daar wordt ook inzet op gepleegd. Is het ook bij de burgemeester bekend om welke zaken het dan gaat inhoudelijk? Om hoeveel zaken het zou gaan? Er worden wel percentages genoemd, maar hoe ligt dat? Nee. Ik weet niet. Kijk, omdat je natuurlijk heel erg heel breed bent en heel groot als Oost-Nederland, speelt het natuurlijk ook op Oost-Nederlandse schaal. En vervolgens wordt natuurlijk ook door de regio-burgemeester en in overleg met de districtsburgemeester, dat is dus voor ons district Enschede, de burgemeester van Enschede en Zwolle, nou, wordt er natuurlijk ook steeds gekeken naar waar zetten we onze menskracht in, hoe kunnen we het doen, ook in overleg met de officier van justitie, de hoofdofficier, om te kijken van wat kunnen we nu echt doorzetten, ook zodat. Ja, en het is het verdelen van, hè, van de armoede misschien, moet ik het zo van zeggen. Ik weet wel, laat ik dat maar ook zeggen, als er in Twenterand iets speelt, dan heb ik, dat merk ik ook, hoe mensen alles weten. Maar ook vervolgens, als het nodig is, dat vanuit het district politie wordt aangesleept, zeg maar even. En als het gaat om recherchecapaciteit, dan zet men daar ook op in extra nog weer bovenop datgene wat hier allemaal in huis is. Dus er wordt alles aan gedaan en ik weet ook wanneer het gaat om, laat ik dat voorbeeld dan toch maar noemen, toen het ging om toch wel meerdere inbraken in onze gemeente, dat vervolgens ook de politie in overleg met mij er extra op heeft ingezet na die tijd om nog een keer met al die mensen te gaan praten. Nou, dat zijn wel dingen die je dan in het overleg met de teamchef oppakt op plaatselijk niveau. Dus je hebt natuurlijk plaatselijk en je hebt regionaal, dus het is steeds het zoeken naar een goed evenwicht. Nog een aanvullende vraag? Nou, dank voorzitter voor de reactie ook van de burgemeester. En we hebben alle vertrouwen in dat de politie goed werk levert en ook dat de burgemeesters gedurig op de trom roffen, ook richting de Rijksoverheid. Want als dat ook niet gebeurt, dan krijgen we gewoon, denk ik, gewoon minder aandacht voor de politie. En dat zou een verkeerde zaak zijn, maar ik heb alle vertrouwen in dat dat gewoon gebeurt. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester, voor uw bijdrage en voor de vragen. Dan vraag ik me af of er nog behoefte is voor een tweede termijn. De heer Veldmeijer wil nog graag even het woord. Aan u het woord, de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Ja, het valt me op dat de burgemeester het niet gehad heeft over de mogelijke jihadistische dreiging. En dat snap ik aan de ene kant ook wel, want het is best wel moeilijk, heb ik gemerkt, niet voor ons, maar voor heel veel mensen en partijen wel, om over de islam te praten. Bang om mensen te kwetsen is dan het uitgangspunt. Maar wij praten daar wat makkelijker over, omdat wij de islam niet als een religie zien. Het voldoet niet eens aan een religie. En het is zelfs in strijd met de universele verklaring van de rechten van de mens, die veel landen ook niet hebben ondertekend uit dat. De heer Veldmeijer, wilt u ter zake doen? Ja, dat valt mij op dat ze het daar niet over gehad heeft. Terwijl in het meerjarenbeleidsplan wordt wel gesproken over een zeer complexe materie en een dreiging die voortduurt. En de vraag was dus eigenlijk van, is er zicht op mensen binnen de gemeente die sympathiseren met de IS? Dat kan via Facebook in de gaten worden gehouden. En ik zou ook willen weten wat het college doet om te zorgen dat nieuwkomers onze waarden en normen onderschrijven en geen haat tegen het Westen ontwikkelen. Dank u wel.
Dan wil ik nog graag de burgemeester het woord geven. Meneer Veldmaier, het is niet een bewuste keuze van mij om niet over de radicalisering te spreken. Ik heb heel duidelijk aangegeven in mijn reactie dat ik altijd zeg dat alles overal gebeurt. Maar ik doe hier geen enkele uitspraak over datgene wat in Twenterand aan de orde is. Laat ik dat maar even zo aangeven. En als u zegt van wat doet het college eraan om nieuwkomers, nieuwe Twenteranders, om die goed te laten inburgeren, dan is dat een heel inburgeringstraject. En ik heb al diverse keren ook met heel wat mensen die ik dus bij de participatieverklaring allemaal tegenkom gesproken. En dan ben ik onder de indruk, en ook later spreek ze over de indruk hoe ze zich hier thuis voelen, hoe ze integreren in onze samenleving. Dat wil ik in reactie op uw bijdrage aangeven. Dank u allen voor uw bijdrage. Als uw voorzitter concludeer ik dat dit onderwerp voldoende besproken is en op de akkoordagenda kan worden geplaatst voor de vergadering van 16 april. Dan gaan we verder naar het volgende onderwerp. Dat is het derde onderwerp van vanavond. En dat is de stand van zaken bij het sociaal domein. Aanleiding daarvoor is de vraag van zowel het CDA als de PvdA GroenLinks hoe het toch met het sociaal domein gesteld is. Er zijn drie partijen die zich hebben aangemeld hiervoor. Dat is het CDA, PvdA GroenLinks en de PVV. En als eerste wil ik graag het CDA het woord geven. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie bedankt de wethouder voor de stand van zaken notitie sociaal domein zoals die voor ons ligt. Inhoudelijk heeft de CDA een aantal opmerkingen, CQ-vragen aan de wethouder, waarbij ik vast bij voorbaat wil opmerken, mocht de wethouder vanavond niet op alles antwoord kunnen geven, dan vinden wij het ook goed als dat achteraf schriftelijk gebeurt. Op bladzijde 1 van de notitie lezen we dat Twenterand 3,3 miljoen toegezegd heeft gekregen uit het Stroppenpad. Heeft de wethouder al ideeën over de invulling van dit geld? Bladzijde 2, de nieuwe integrale beleidsnota is vastgesteld. Daar wordt bijvoorbeeld genoemd extern wordt integraal gewerkt. Zou de wethouder ook een voorbeeld kunnen geven van hoe hier intern integraal gewerkt wordt? Op dezelfde bladzijde lezen we structuurversterking, investeren in doorgaande lijn. Het CDA begrijpt hieruit dat de bestaande situatie goed is. Toch gebruiken wij weer nieuwe loketten of bureaus die worden ingeschakeld. En we lezen ook dat het plan vertaald wordt naar een realistische uitvoering. Bedoelt de wethouder hiermee de financiën die ermee gepaard gaan? En zo ja, welk budget hangt hieraan? Bladzijde 3, onderlopende zaken. Er wordt gesproken over een nieuwe werkwijze, namelijk resultaatgericht werken. Resultaatgericht werken is niet echt maatwerk. Het geeft de instantie en de gemeente vrijheid voor invulling hiervan. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat de jurisprudentie bestaat dat er niet resultaat gewerkt mag worden, maar dat er maatwerk geleverd moet worden? En het CDA wil graag weten hoe resultaatgericht werken gemonitord wordt, zodat het niet alleen een financieringskwestie is, maar dat de hulpvraag van de inwoner centraal staat. Over de ontwikkelingen van het vervoer. Net boven de plaatjes in de notitie lezen we: wanneer deze afstand bereikt is of er is moeite met de eigen bijdrage, dan staan we als gemeente klaar om met de klant te zoeken naar oplossingen. Kan de wethouder een paar voorbeelden van deze oplossingen noemen? Een andere vraag is, wat gaan we doen aan oneigenlijk gebruik van de regiotaxi? Het CDA denkt bijvoorbeeld hier aan woon-werkverkeer, want dan zijn er 1500 mevrouw kilometer. Bramer, ik begrijp dat u erg veel vragen heeft, maar ja. U heeft ook vooraf de gelegenheid om vragen te stellen. Dus ik wil u vragen om dit wel af te ronden. Dat is goed. Ik heb nog een paar andere vragen waarop de wethouder wellicht wel direct antwoord kan geven. Het vervoer naar de dagbesteding, er staat dat daar een paar meldingen geweest zijn van wisselende chauffeurs, omdat ze niet meer dan 5 dagen achter elkaar mogen rijden. Waren deze klachten er ook al toen dit werk nog door vrijwilligers gedaan werd? Dan zou ik graag onder de aandacht willen brengen dat er in omliggende gemeenten een pilot gedaan wordt waarbij je technische ondersteuning geboden wordt aan leerlingen, bijvoorbeeld met een app op de telefoon, waardoor de leerling geleerd wordt om zelfstandig te reizen. Daardoor zou de leerling uit het leerlingenvervoer gehaald kunnen worden. Is de wethouder op de hoogte van het project De Reisproever? Het CDA overweegt overigens om tijdens de komende raadsvergadering met een motie te komen met betrekking tot de reiskoffer.
Dan nog een vraag over incidenteel maatwerkvervoer. Een uitstapje van een zorginstelling. Is het niet zo dat die zorginstelling zelf verantwoordelijk is voor vervoer van de desbetreffende naar huis als het een dergelijk uitstapje betreft? Over het automaatje op bladzijde 6, dat is geen vraag meer. Zou u uw bijdrage wel af willen ronden? Ja, het CDA heeft 13 november 2018 een motie ingediend over automaatje. En we zijn blij dat dit nu in gang gezet wordt. En als ik afrond, dan laat ik het verder even over. En dan wacht ik af wat andere partijen zeggen en kom ik eventueel in de tweede termijn terug. Dan voor zo. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan geef ik graag het woord aan PvdA GroenLinks, de heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Het is alweer een tijdje geleden dat we over het sociaal domein hebben gesproken. En als je ook kijkt naar de notitie die nu voor ligt, dan dateert die alweer van eind vorig jaar. De laatste keer dat we over gesproken hebben, ging het altijd over geld. Het sociaal domein maakt ook een belangrijk onderdeel uit van de begroting, bijna 50%. Het is ook niet onbelangrijk om het over het geld te hebben. Maar wat mij betreft moet het vooral gaan hoe laten we mensen zo goed mogelijk meedoen in deze gemeente. En dat die mensen die dat nodig hebben ook de steun krijgen. En daar gaat deze inbreng ook over. Wij zien ook uit naar de uitvoering van de nieuwe integrale beleidsnota. Een jaar geleden, dat is inderdaad alweer bijna een jaar geleden dat de verkiezingen waren, hebben wij een boek aangeboden, De Nieuwe Route, aan de beide coalitiepartijen. Dat gaat over met elkaar samen zaken aanpakken, maar vooral ook met die burgers dat doen en samen met de maatschappelijke organisaties dat doen. Ik ben benieuwd hoe het daarmee staat en wat de inwoners van Twenterand daarvan nu al merken. Het innovatiefonds is door de Partij van de Arbeid in de vorige periode ingesteld. Als ik kijk naar de informatie die we krijgen, is dat een succes. Daar reageren veel partijen op, maar het is wel het laatste jaar. Volgens mij komt er nog één termijn waarop ingeschreven kan worden en dan is de pot leeg. Er wordt gesproken over een evaluatie. Is die evaluatie er al? Wat ons betreft, laat ik eerst zeggen, we zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder erop. Maar wat ons betreft gaan we hiermee door. Want het is juist van belang dat er aparte middelen blijven waar partijen innovatieve voorstellen voor in kunnen dienen en daarmee samen aan de slag gaan. Dan, voorzitter, ben ik benieuwd. Volgens mij was het eind vorig jaar, november, de wethouder stond in de krant met de opmerking, jeetje, als die eigen bijdrage doorgaat, dan gaat dat heel erg veel geld kosten. En volgens mij zei hij zelfs, dat zou wel eens het zwembad de kop kunnen kosten. Ik ben benieuwd, is het zo erg of valt het mee? De jeugdzorg blijft ook aandacht vragen. Als je de Twentse Monitor leest, dan zie je in de jeugdzorg een toename van het gebruik. De WMO loopt dat licht af. En vooral is daarin belang de overgang van 18-min naar 18-plus. Wat ons betreft moet het dan niet alleen maar gaan over de jongeren die in de jeugdzorg zitten. Het zou ook moeten gaan over die jongeren die nog bij pa en ma thuis wonen, maar wel een risico vormen omdat ze bijvoorbeeld van het speciaal onderwijs afkomen, uit die praktijkschool komen, en waarbij onderwijs niet altijd een optie is. Ik denk dat het goed is om daar blijvend aandacht voor te vragen en daar ook mee aan de slag te gaan, ook in Twenterand. Wij krijgen verder de signalen, als het gaat over de jeugdzorg, en dat is al vanavond al eerder genoemd, dat de wachttijden aan het toenemen zijn. En wij krijgen ook signalen dat dat het geval is bij de kernteams in Twenterand. En dat vinden wij zorgelijk, als juist bij de kernteams de eerste ingang, het eerste contact, dat daar wachttijden gaan ontstaan. Want dan loop je het risico of die jongeren kwijt te raken, of dat de huisartsen denken van jeetje, als dat bij zelfs de kernteams wachttijden opleveren, dan ga ik de mensen maar meteen, of de jongeren, meteen aanmelden bij jeugdzorg. En dat is net wat we nou niet zouden willen. Ik zou de wethouder willen vragen, klopt dat, dat signaal? En ik zou hem willen aanbevelen om daar direct mee aan de slag te gaan. Afrondend, voorzitter. Wat de Partij van de Arbeid GroenLinks betreft, wordt er vooral ingezet op het voorkomen, op preventie en vroegsignalering. Dat geldt voor het onderwijs, zorg en welzijn. Goed dat er een preventiefonds gaat komen, want daar wordt ook over gesproken. Maar ga ook vooral aan de slag met organisaties die hier actief op zijn. En stuur met subsidies daarop, zodat daar ook op wordt geïnvesteerd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Reusken, voor uw bijdrage. Dan wil ik graag nog even het woord geven aan
De heer Veldmeijer van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ik kan het heel kort houden. Ik zou graag van de wethouder willen weten. De stroppenpot was eenmalig. Er zijn gesprekken gaande of dat een vervolg kan krijgen. Graag even een update van u. Van de wethouder via u, voorzitter, moet ik eigenlijk zeggen. Wij willen ook graag een update hebben over het echtscheidingsloket. Hoe staat het daarmee? Graag de status. Nou, het werd al even aangehaald door het CDA. Het automaatje is in gang gezet. Graag ook even een update. Hoe ver bent u daarmee? En tenslotte de brede school. In kleine kernen, gemeentes is er sprake van krimp van de jongeren. En als ik aan de brede school denk, dan denk ik over een x-aantal jaren dat het gewoon één grote school is geworden. Vanwege de krimp. Graag uw mening daarover. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Heer Veldmeijer, dan geef ik graag het woord aan de wethouder. De heer Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. En dank ook aan de verschillende fracties die vragen gesteld hebben over dit onderwerp. Het geeft aan dat het sociaal domein nog steeds leeft en ook blijft leven. En dat we hier ons met z'n allen blijvend zorgen over maken, maar ook blijvend over nadenken. Dus dat is goed en ik ben blij om dat te merken bij de verschillende fracties die hun inbreng hadden in eerste termijn. Ik zal proberen de vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Daar waar het technisch is, en dan denk ik met name aan de vervoerskant, zullen we die, en dan maak ik graag gebruik van de mogelijkheid die mevrouw Bramer mij bood, om die op het later moment te beantwoorden. Invulling van het geld voor de stroppenpot. Nou, dat ziet u bij de jaarrekening. Het is inderdaad eenmalig geld. Dus daar moeten we naar kijken hoe we daar mee omgaan. Maar dat zal bij de jaarrekening, daar waar het hoort, zullen wij daar op terugkomen. Als je kijkt naar de update van de stroppenpot, er wordt nog steeds ook richting Den Haag volop gelobbyd om structureel meer geld te krijgen. U weet wellicht dat de minister De Jonge een drietal onderzoeken gelast heeft, waarvan eentje bekend is, dat is de benchmark waar hij gemeenten vergelijkt. Een andere gaat om de volumegroei in de jeugdzorg en terecht dat de heer Reusken daar ook al iets over zei. Eerste cijfers wijzen erop dat er een volumegroei in de jeugdzorg is, landelijk gemiddeld van 12%. Nou, dat zegt alles en die groei komt ergens vandaan, maar die groei maakt ook duidelijk dat het budget wat vanuit Den Haag komt, dat structureel omhoog moet. Die lobby, zoals ik al zei, die vindt nog steeds plaats en die lijkt ook wel effect te hebben, zonder dat we nu precies weten hoe dat uitpakt. Maar het lijkt erop dat er langzaam beweging komt en dat men ook in Den Haag nu wel ziet dat het met het budget wat de gemeenten nu krijgen echt niet gaat. En dat alle maatregelen die de verschillende gemeenten nemen bijna voelen als vechten tegen de bierkaai. Sommige gevechten ga je graag aan en dit is er overigens één van, maar we moeten wel blijvend inzetten om dat te voorkomen. Intern wordt er integraal gewerkt, jazeker, want wij doen dat al. Hè. Dat is ook de integrale beleidsnota. Als ik kijk naar hoe die tot stand gekomen is, dan is dat integraal werken en we zien dat daar waar heel lang het toverwoord was in het sociaal domein van ontschotten, hè, we moeten ontschotten, nou, dat is iets wat we intern heel erg doen. Dus waar we beleidsterreinen aan elkaar kunnen knopen, en dat was voor een deel, en daarmee zeg ik niks nieuws, ook ingegeven door de financiën, hè, want dat moet, je moet elke euro drie keer omdraaien om te weten van komt die op de goede plek terecht, ja of nee. Maar zeker werken we ook intern integraal. Je kan het niet van anderen vragen als je het zelf niet doet. Dus dat gebeurt en dat is heel mooi om te zien wat dat oplevert. De app waar mevrouw Bramer over spreekt, voor wat betreft het leerlingen zelfstandig laten reizen, die is mij niet bekend. Maar we zullen eens kijken of dat wellicht ook hier ingezet kan worden. Daarbij moet ik wel aantekenen dat het vervoersdeel bij collega Harmsen zit. Maar we zullen daar zeker naar kijken, want als dat helpt en als we inderdaad leerlingen zover kunnen krijgen dat ze zelfstandig kunnen reizen,
dan is dat alleen maar goed. En dan draagt dat ook alleen maar bij, bij de grotere zelfredzaamheid in de toekomst. Dus zo kun je op een hele wellicht simpele manier leerlingen ook minder kwetsbaar maken en hun plek laten vinden in deze wereld. Dus als we dat kunnen, ja, graag. Automaatje is inderdaad in gang gezet. U vraagt naar een update, meneer Veldmeijer. Het is een project waarvoor de gemeente subsidie verleend heeft. Uit mijn hoofd, 5 juni aanstaande zal de eerste rit plaatsvinden. En doet zorgzaam dat samen met de ANWB en gaat dat project lopen. Dus daar zijn we heel blij mee dat het van de grond gekomen is. Als klachten van chauffeurs, daar vraagt u naar. En of die er ook al waren toen het nog door vrijwilligers gedaan werd. Dat weet ik niet. Er zullen in die tijd ongetwijfeld ook klachten geweest zijn. Maar het is niet zo dat we nu merken dat het aantal klachten substantieel toeneemt. Omdat het niet meer door vrijwilligers gedaan wordt. Dus zo zou ik hem niet willen wegzetten. Voor zover mij bekend niet. Maar we zullen daar in de beantwoording nog verder op terugkomen. De nieuwe route waar de heer Reusken over spreekt. U heeft ons inderdaad het boek cadeau gedaan. En u heeft daar ook een motie over ingediend. Daar is een motie over ingediend tijdens de laatste begrotingsbehandeling. En we hebben toen ook gezegd, van, nou, dat willen we bekijken. We willen daar met een pilot starten. U vindt dat ook in de toezeggingenlijst. En dat wordt uitgerold. Maar dat vraagt wel even wat voorbereiding om dat op een goede manier te kunnen doen. Maar die nieuwe route, als die inderdaad ook een nieuwe route blijkt te zijn, ja, dan willen we daar graag gebruik van maken. Dus we zijn daar echt mee bezig. Het innovatiefonds, ja, het is inderdaad een succes. Als je kijkt naar het aantal aanvragen wat binnenkomt en als je kijkt naar ja, de hele mooie projecten die daar ontstaan, maar ook de hele mooie, soms wel wat verrassende partners die elkaar daarin vinden, dan is het een succes. In elk geval als je kijkt naar het aantal aanvragen en als je kijkt naar de dingen die ontstaan. Er is inderdaad nog één mogelijkheid om in te schrijven en daarna zou die stoppen. We zijn bezig om te kijken of we in de kadernota met een voorstel kunnen komen om in elk geval door te gaan. Want we zien dat het succes heeft. U vraagt naar een evaluatie, dat is wat vroeg. Omdat we sommige projecten die hebben een looptijd van een jaar of soms nog langer. We gaan evalueren, dat doen we met elk project afzonderlijk. Omdat we uiteindelijk ook willen komen tot wat is nou goed. En wat moeten we dan ook voortzetten om echt dat resultaat te halen waar we naar op zoek zijn. Wat is echt innovatief en wat beklijft dan ook. Dus die evaluatie, zo hou die er is, zullen wij daar ongetwijfeld mee naar uw raad komen. Het abonnementstarief in de WMO, mijn angst was inderdaad dat het zou leiden tot een forse stijging van het aantal aanvragen in de WMO. Laat ik zeggen dat het voor Twenterand op dit moment meevalt, maar laat ik dan meteen erbij zeggen dat we pas 3 maanden op weg zijn. Ik weet van collega-wethouders dat die dat heel erg merken en dat er echt in sommige gemeenten om ons heen een bijna explosieve toename is. Dat hebben wij niet. We zien een toename, maar ook niet meer dan dat. Waarbij overigens onze consulenten, onze WMO-consulenten ook nadrukkelijk de vraag stellen aan degene die aanvraagt van waarom meldt u zich? Want alleen dan komen we erachter of dat abonnementstarief werkelijk van invloed is op het aantal aanvragen, ja of nee. Mijn opmerking over het zwembad was, dan zouden we misschien wel, als je het heel zwart-wit stelt. Dus dat terzijde, maar ik zal u het artikel, als u het niet meer heeft, graag nog een keer toesturen. Dan kunt u het nog eens in alle rust nalezen. De jeugdzorg, heb ik een en ander over gezegd. 18-18+, u weet van de pilot waar wij mee bezig zijn en die ook echt resultaat heeft. Of je dat dan heel breed moet trekken, ook naar bijvoorbeeld speciaal onderwijs. Ik begrijp uw opmerking vanuit de gedachte dat we hier te maken hebben met een kwetsbare doelgroep, waar je alert op moet zijn wat daar gebeurt. Maar niet elke leerling in het speciaal onderwijs heeft te maken met jeugdzorg. Niet allemaal. Soms wel. Maar dat betekent niet dat je daar heel erg op moet inzetten. Weet je, in de pilot die wij draaien, daar zien we dat het gaat om echt de zwaardere gevallen.
waar het echt van belang is om iemand een goede overgang te geven van jeugdzorg naar WMO. Betekent niet dat we niet scherp zijn op gevallen en leerlingen in het speciaal onderwijs die wellicht tussen wal en schip dreigen te vallen. Maar ik voel er vooralsnog niet voor om dat heel erg uit te breiden. Of u moet ergens aan het eind van de regenboog de pot goud gevonden hebben en dan zie ik hem graag tegemoet. Dan denken we met u mee, maar op dit moment is het ook wel een kwestie van keuzes maken en prioriteiten stellen. Of de wachttijden toenemen in de jeugdzorg. We hebben inderdaad, en daar zijn we volle bak mee bezig om dat terug te dringen, wel wat te maken met wat achterstand. Maar daar wordt echt heel hard aan gewerkt en we zien ook de achterstanden teruglopen. Of ze in de kernteams ook zijn, dat is mij niet bekend. Juist niet, want daar zien we echt de verschuiving. Ik zal daar zo heel iets meer over zeggen als de voorzitter mij die ruimte wil geven om die verschuiving duidelijk te maken van tweede lijn naar voorliggend. En inderdaad, preventie en vroegsignalering, ja, daar gaat het om. En dat is ook wat we aan het doen zijn en wat ook echt werkt. Het scheidingsloket, daar zijn we nu zover dat we de eerste schets op papier hebben van hoe het gaat. We hebben gesprekken gevoerd met professionals, met wat is dan nodig. Want je wil niet het zoveelste loket. Hè. Er moet echt toegevoegde waarde zijn. En die is er ook. En dus daar kunt u binnenkort meer over verwachten hoe we dat vorm gaan geven. Maar daar wordt ook volop over nagedacht. En of de brede school ooit met één school is, dat moet ik met u afwachten. U weet dat wij in principe daarop geen invloed hebben. Anders dan de huisvesting die we nu geregeld hebben. Kijkend naar de prognoses van de leerlingenaantallen maak ik me daar op dit moment geen zorgen over, moet ik eerlijk zeggen. Dan een klein uitstapje, voorzitter, als u mij toestaat. Omdat we hebben het al te vaak gehad, terecht, ook in deze raad, over de financiën. En de tekorten die er zijn in het sociaal domein. Het Twenterland is daarin geen uitzondering, maar er zijn omliggende gemeenten die echt met andere problemen geconfronteerd worden dan wij op dit moment. En dat komt omdat wij vroegtijdig ingezet hebben op een aantal maatregelen. En ik wil u een paar niet onthouden. Om ook bij u duidelijk te maken dat Twenterland het echt heel goed doet. Dat we met een aantal projecten bezig zijn die landen, die navolging krijgen. Ik noem bijvoorbeeld de POH Jeugd GGZ. U weet dat we daarmee bezig zijn. Dat is ook zeer tot tevredenheid van huisartsen. Maar die aanpak die is inmiddels overgenomen door Hellendoorn, Tubbergen, Dinkelland, Hof van Twente, Klooster Haar gaat ermee aan de slag. En ik vind het heel mooi om te kunnen melden dat een van onze collega's vorige week of die week daarvoor in Friesland geweest is, om voor de hele Friese GGD een presentatie te geven over onze aanpak POH Jeugd GGZ. En weet je, dat mag ook een keer gezegd worden, omdat het ook duidelijk maakt dat de dingen die wij hier doen navolging krijgen in het hele land. Dus ik ben blij dat ik ook dat soort dingen kan melden. Hellendoorn is ook zeer geïnteresseerd in onze aanpak in de kernteams, om maar eens wat te noemen. En zo zijn er meer. U weet dat wij bezig zijn met GHB casusoverleg. De blauwdruk wordt geschreven, daar komt later dit jaar meer nieuws van. En als ik dan tot slot, voorzitter, nog twee cijfers mag noemen. En dan begin ik met de kernteams. Daar zijn in 2018 in totaal 239 casussen ingebracht. En van die 239 zijn 10 casussen alsnog geïndiceerd, dus alsnog in de tweede lijn zorg terechtgekomen. En 23 van die 239 hadden een combinatie indicatie en voorliggend. Dus dat betekent dat 200 plus meldingen die anders in de tweede lijn in de duurdere zorg terecht zouden zijn gekomen, dat die nu in voorliggend veld terecht zijn gekomen. En u heeft ook allemaal de placemat ontvangen waar u kon zien hoe groot het aanbod is wat wij hebben in Twenterand als je kijkt naar voorliggend. Dus ik ben daar oprecht trots op en dat is een compliment aan iedereen die in de kernteams meedraait. En dat zorgt overigens voor een nieuwe uitdaging en dat is de volgende stap die wij nu aan het zetten zijn. Dan moet het op geld gezet worden, want het levert op, maar hoeveel dan?
En als we weten hoeveel het oplevert, hoeveel daarvan moeten we dan wellicht herinvesteren in onze partners in het voorliggend veld. Want als daar de druk toeneemt, omdat we meer aanbieden, dan moeten we niet het slachtoffer worden van ons eigen succes. Dus dat is de volgende stap die we nu aan het zetten zijn. En nog één afsluitend cijfer, voorzitter. Kijken naar de POH Jeugd GGZ. In 2018... Ik geloof dat er één vraag aan komt van de heer Reusken. Ik voelde dat ik mijn tempo al wat naar beneden bracht. Aan u het woord. Dank u wel. Voorzitter, prachtige resultaten. Maar ik zat al te twijfelen. Ga ik opstaan of niet opstaan? Want ik vind het een heel mooi betoog. En volgens mij doen we het op die manier. Denk ik ook dat we op een goede manier bezig zijn. Maar de opmerking van de wethouder die mijn triggert is van... Daar waar we moeten zorgen dat we niet aan ons eigen succes te onder gaan. En wellicht moeten we kijken van wat dat betekent voor het voorveld. Spreekt mij van harte aan. Maar betekent dat ook dat hij dadelijk bij de kadernota met voorstellen gaat komen? Want we hebben nog steeds tekorten. Maar betekent dat hij dadelijk ook bij de kadernota met voorstellen gaat komen? Juist om dat voorveld verder te gaan versterken. Ik denk dat de kadernota daarvoor wat aan de vroege kant is. Omdat we merken dat we een enorme hoeveelheid aan data hebben. Maar met uw ervaring, ook in datzelfde veld, zult u met mij eens zijn dat het heel moeilijk is om uit te vinden van... Als nou een jeugdige niet in de tweede lijns zorg, in de zwaardere zorg terechtkomt, maar voorliggend terecht kan. Maar wat betekent dat dan financieel? Is het dan mogelijk om te zeggen van nou, het zou anders 10.000 euro gekost hebben en nu 500. Mag je dat dan op die manier, dus als we met die cijfers komen, dan moeten ze wel kloppen of zo goed mogelijk kloppen. Want als ik nu met een voorstel kom om extra te investeren en ik weet niet of we dat ook daadwerkelijk kunnen realiseren, of die bezuiniging, want ook daar zijn we nog steeds mee bezig. Dan moet het wel kunnen kloppen. Dus ik denk dat de kadernota daarvoor te vroeg is. Maar mochten er mogelijkheden zijn om dat te doen, ja, dan zullen we niet schromen om daar ook tussentijds bij uw raad terug te komen. Afrondend, voorzitter, er was nog één cijfer wat ik graag met u wilde delen om aan te geven hoe succesvol sommige dingen ook zijn. Kijkend naar de POH Jeugd GGZ, daar zien we dat in 2018 er meer patiënten waren die zouden zijn verwezen indien er geen POH in de praktijk aanwezig was. En de toename daarvan is 42%. En dat zijn echt cijfers om gepast trots op te zijn, want we hebben het wel over jeugdigen die hulp nodig hebben. Maar gepast trots mogen we daar echt wel op zijn, want het geeft aan dat Twenterand... beslist niet achteraan staat en niet achteraan loopt daar waar het gaat om de ontwikkelingen in het sociaal domein. En ik denk dat het goed is om ook dit soort succesverhalen met u te delen, in de hoop dat u ze ook weer verder deelt. Want dat hebben we met z'n allen wel nodig en dan is het goed om... eens een keer niet alleen financieel naar het sociaal domein te kijken, maar ook te kijken naar de concrete resultaten die we ook behalen met de uitdaging die er nog steeds is. Maar staat hier wel een wethouder die gepast trots is op wat we aan het doen zijn. Dank u wel, wethouder, voor uw positieve verhalen en antwoorden op een aantal vragen. De vraag is of er nog reden is voor een tweede termijn. Ik kijk even rond. Dan wil ik graag de CDA als eerste het woord geven. Mevrouw Bramer. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder graag bedanken voor zijn beantwoording. Hij heeft toch een aantal vragen van ons beantwoord. Ik heb nog één concrete vraag. Heb ik het goed begrepen dat de wethouder de toezegging heeft gedaan om de app de reiskoffer te bekijken en te bezien of dit ook in Twenterand ingevoerd kan worden? Dan geef ik eerst het woord aan de heer Paters en daarna geef ik het woord nog even aan de ChristenUnie. Maar ga de gang. Ik bedoel het vandaag even andersom.
Ik kan mevrouw Bramer geruststellen. Soms weet je iets niet, omdat het niet helemaal je eigen portefeuille is, maar tot mijn vreugde kan ik meedelen dat wij de app al gebruiken. Dan wil ik u danken voor de toezegging en wil ik nog graag even het woord geven aan de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder heeft nog heel veel vragen beantwoord. We zijn heel erg blij met uw reactie op, met de positieve ontwikkelingen die er zijn in het sociale domein. Wij hadden ook de vraag wat betreft de inzet van jeugdconsulenten, dat daar een wachtlijst voor is. En daar heeft u al antwoord op gegeven. Maar onze vraag is hoe er dan omgegaan kan worden met situaties die niet kunnen wachten. Is het dan zo dat daar een mogelijkheid voor is dat die toch opgepakt worden? Of blijft dat dan toch nog even liggen? Of wordt het noodzakelijkerwijze toch via de huisartsen dan opgelost? Want er zijn nu eenmaal situaties die niet geen uitstel kunnen verdragen. En een tweede vraag wat we hadden is of er mogelijk een samenwerking of meer een afstemming mogelijk is tussen de POH-ondersteuners GGZ Jeugd, waar u het over had, in relatie tot de consulenten jeugd, de jeugdconsulenten. Zij pakken ook heel veel in het voorliggende veld op, althans dat kan. Maar is er een mogelijkheid dat er niet alleen via de huisartsen, maar bijvoorbeeld ook via een andere weg naar hen verwezen kan worden om daarin te ontlasten? Stel je voor dat je een situatie hebt waar iemand een vraag heeft voor een POH GGZ Jeugd, die gaat nu op verwijzing van de huisarts. Als die ergens anders gesignaleerd wordt, moet hij weer via de huisarts naar de POH. De vraag is of dat anders kan. Tot zover. Dank u wel voor uw vraag en bijdrage. Ik geef nog even het woord aan de heer Paters. Dank voorzitter, dank aan mevrouw Hubering voor het stellen van de vraag. Laat ik beginnen met de eerste. Als er situaties zijn die echt niet kunnen wachten, dan zullen wij die oppakken. Er vindt gelukkig, en dat is heel normaal, dat overleg plaats. En op het moment dat er echt opgeschakeld moet worden omdat er een situatie ontstaat die spoed heeft, dan zijn onze consulenten heel wel in staat, gelukkig is mij gebleken, om de juiste prioriteitsvolgorde aan te brengen. Wil je dat? Nee, dat wil je niet, want je wil dat er geen wachtlijsten zijn. Maar zo af en toe ontstaat het en dan doen we er alles aan, echt alles, om dat te voorkomen. Uw tweede vraag is wat ingewikkelder wat dat betreft, want we zien dat de huisartsen over het algemeen steeds meer verwijzen. We zien ook dat een deel van de intake niet gedaan wordt meer door de huisartsen, waar dat in het verleden wel was. Hè, dan was de eerste intake en dan naar de POH. Nu gebeurt dat veel sneller, dus dat is een goede ontwikkeling. Of je dat dan ook één op één, die verwijzing, makkelijker door kan zetten, Dat vraag ik mij af, want die POH Jeugd GGZ, dat is natuurlijk wel heel specifiek. Gelukkig zien we wel dat onze consulenten, onze jeugdconsulenten en ook de POH Jeugd GGZ veel en goed contact hebben met elkaar. Dus dat daar wel dingen gebeuren en dat daar waar mogelijk wel weggezet wordt. En we proberen natuurlijk met de huisartsen nog steeds in gesprek te blijven over de verwijzingen. De grootste bottleneck, en daarmee zeg ik niks nieuws, is voor ons, en niet alleen voor ons, maar ook voor andere gemeenten, nog steeds de externe verwijzers die er zijn. En daar zijn we continu mee in gesprek. En ik kan wat dat betreft ook wel blij zijn dat de aanpak POH Jeugd GGZ inmiddels ook door meerdere huisartsen wordt gezien. En dat er hopelijk op niet al te lange termijn meer huisartsen gaan aansluiten bij die pilot. Omdat, het is niet eens een pilot meer, maar bij dit plan om ook daar concrete resultaten te kunnen halen. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank. Dank u wel voor uw bijdrage. Volgens mij is dit onderwerp voldoende besproken op deze manier. En ik denk dat er geen aanleiding is tot verdere agendering. Dus ik dank u allen voor uw inbreng. Dan gaan we verder naar het volgende onderwerp. Dus, nummer 4 op de agenda gaat over de Twentse visie over sport en bewegen in Twente. Regionale samenwerking is naberschap vanuit eigen kracht. De indiener is PvdA GroenLinks en de CDA heeft zich ook aangemeld voor dit onderwerp. Ik geef graag het woord
aan de PvdA GroenLinks. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Mijn inbreng zal niet zo heel lang zijn, maar het sluit wel heel mooi aan op het onderwerp waar we het net hadden over het sociale domein. En toch over een heel belangrijk onderdeel van het sociale domein, namelijk sport en bewegen. Niet direct een onderwerp om debat over te voeren, maar toch belangrijk genoeg om niet even bij stil te staan. Want het gaat hier om een visie over mensen die kwetsbaar zijn en weinig tot geen inkomen hebben. Belangrijk genoeg om daar toch nog even te kijken. Er zijn 5 projecten waar in Twente mee aan de slag gegaan wordt. En Twente Rand heeft de keuze gemaakt om mee te doen aan het project Meedoen door kwetsbare mensen, gehandicapte spot en vitale en gezonde samenleving. Nou, ik ben blij met die keuze. Want ik denk dat het daar juist gaat om die kwetsbare doelgroep waarvan we zeggen, die moeten we erbij houden en die moet zo goed mogelijk mee kunnen blijven doen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar we zien echter dat het veel ambities zijn als je de plannen leest. Veel voornemens zijn, veel doelen zijn, dus veel woorden. Maar zijn er nu ook al daden? Want daar ben ik dan juist benieuwd naar, van wat gebeurt er nu concreet in Twente Rand als het hier om gaat? Ik zou daar graag van de wethouder van willen weten, zijn er nu ook al daden? Dank u wel. Dank u wel, de heer Reusken, voor uw bijdrage. Dan wil ik graag het woord geven aan de CDA. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Een zeer belangrijk onderwerp, sport en beweging in Twente. We sluiten ons aan bij de motivatie van de Partij van Arbeid GroenLinks, zoals die net al verwoord is. En ook met de keuzes van de twee thema's. Op zich goede thema's dat binnen Twente Rand nog wel een verbetering kan plaatsvinden. Echter, hoe wordt daar invulling aan gegeven? Want voor zover het nu te zien is, zijn er alleen maar doelstellingen geformuleerd. De heer Russers refereerde daar ook al naar. Wat we nodig hebben zijn concrete plannen en financiële ondersteuning. Dus is de vraag hoe het college daar invulling aan wil geven. Nu wordt er alleen gesproken over het project Loopland Overijssel, waarvoor de samenwerking met het Noordic en de combinatiefunctionaren worden genoemd. Maar we hebben binnen Twente Rand een atletiekvereniging die diverse loopprogramma's heeft. En de vraag is waarom ook zij niet hierbij betrokken worden. Dat geldt in mindere mate ook voor de overige onderwerpen binnen de twee thema's. We hebben diverse verenigingen en instellingen die zich volop inzetten voor sporten en bewegen in Twente Rand. Waarom zijn deze niet betrokken en eventueel in samenspraak met het platform? Ook zij hebben aangegeven zich sterker willen maken voor dit onderwerp. In eerdere debatten over dit onderwerp en ook in het coalitieakkoord geeft u aan dat op het gebied van cultuur, sport en evenementen de geldstromen heroverwogen binnen de huidige mogelijkheden en het maken van goede afspraken met het platform Twente Rand. Verenigingen en instellingen die zich hiervoor willen inzetten. De inzet van WMO-gelden, koppelen aan sport, bewegen en welzijn, biedt nieuwe mogelijkheden, zoals werven van externe financiering. We zijn dan ook benieuwd hoe het college hier de praktische invulling aan wil geven en hoe men een brede betrokkenheid wil bewerkstelligen voor dit belangrijke onderwerp. Een Twentse samenwerking is natuurlijk prima, maar borging binnen op aanvulling op bestaande verenigingen en instellingen zou wat ons betreft de voorkeur genieten. Tot zover als eerste inbreng. Dank u wel, heer Kelder. Dat waren alle insprekers in de eerste termijn, dus ik geef graag het woord aan de heer Paters. Aan u het woord. Voorzitter, dank. En we zijn het heel snel eens met elkaar dat sport en bewegen inderdaad heel belangrijk is. En ik ben met de heer Reusken blij met de thema's die Twente Rand gekozen heeft om aan mee te doen. Een aantal zaken concreet, vooral richting de heer Reusken, daar waar je kijkt naar wat doen we nou al. En dat is voor een deel ook richting de heer Kelder. Want het is niet zo, kijk, ergens begint het met doelstellingen en met ambities en dergelijke. En dan is inderdaad de valkuil dat het daarbij blijft en dat je het zo weinig concreet mogelijk of zo weinig concreet krijgt uiteindelijk. Maar ik wil er dan toch op wijzen dat nu in Twente Rand ook al een aantal dingen gebeuren. We subsidiëren bijvoorbeeld de regionale sportcoach aangepast sporten. We hebben een combinatiefunctionaris sport die ook bijvoorbeeld de sportcarousel doet, weerbaarheidstrainingen. De club Twente wordt natuurlijk door ons gesubsidieerd. Ook dat gaat over sporten voor mensen met een beperking.
En ik wil er ook op wijzen, en dat is wellicht wat minder bekend, maar dat jeugdigen in onze gemeente gebruik kunnen maken van het Jeugdsport- en Cultuurfonds. Daar waar het gaat om ondersteuning bij materiaal, bij abonnementen en dergelijke. En er is nog tenslotte de meedoenregeling, wellicht ook bekend voor sportieve, culturele en of educatieve activiteiten. En ook daar gaat het om lidmaatschap, entree voor het zwembad en dergelijke. Dus ik bestrijd dat wij nu niets doen. Ik zeg ook niet dat u dat gezegd heeft, maar dat beeld dreigde een beetje te ontstaan en dat wil ik dan toch wel graag wegnemen. Als je dan kijkt naar de doorontwikkeling van wat wij nu op papier hebben staan, dan zien we een aantal dingen. We zien dat het sportakkoord, het nationaal sportakkoord dat er is, is mede tot stand gekomen. En dat heeft u ook kunnen lezen in deze nota, Sport en Bewegen in Twente. Het nationale sportakkoord wordt nu doorontwikkeld. Daar doen wij een aanvraag voor. En die moet uiterlijk 10 april de deur uit. Waar we aanspraak kunnen maken op 15.000 euro voor een, ja, noem het maar, een soort van regisseur. Die ook toegespitst op de Twenterandse situatie dingen in kaart kan brengen. Die ook ons kan helpen om het nog concreter te maken en dingen wellicht nog scherper te krijgen dan we nu al hebben. En daarachteraan zit ook nog een structureel geldbedrag van 20.000 euro. Dat komt vanuit het Rijk. We hebben gezegd, afgelopen vrijdag was er een bestuurlijk overleg met de sportwethouders van Twente. Daar hebben we gezegd van het is goed om een deel van het geld, 10% namelijk, regionaal ook te laten landen. Omdat we bijvoorbeeld, kijkend naar een van de doelstellingen, de Special Olympics, als we ook die van de grond kunnen krijgen en in Twente kunnen organiseren, dat ook daar een hele mooie kans ligt en ook juist voor mensen met een beperking om ook te kunnen sporten. En dat is de reden dat we ook daarnaar kijken. Maar we zien ook dat er een overstijgend deel is wat we niet per se in de muren van Twenterand willen regelen, maar waar we ook wat gezamenlijks kunnen doen om elkaar ook te versterken. Dus ook daar zijn we volop mee bezig. Betekent het dan dat we andere verenigingen daarbij vergeten? Nou nee, niet per se. Maar je merkt, en dat zal de heer Keulder ook niet vreemd voorkomen, dat daar waar je van verenigingen meer wil vragen, dat we dus wel moeten kijken of verenigingen dat ook kunnen. En niet eenmalig kunnen, maar ook langer kunnen. En een van de onderdelen van het Nationale Sportakkoord is juist om het kader wat er is bij verenigingen, om dat te trainen, om dat te versterken, maar ook nieuwe mensen aan te trekken. Want alleen dan kunnen we ook meer vragen van die vereniging. In combinatie met het sportplatform, daar zijn we steeds mee in gesprek, juist ook over dit soort dingen. Daar waar er kansen zijn, zullen wij die altijd grijpen, maar het moet wel één voor één soms. Ik geef graag even het woord aan de heer Kelder. Wellicht dat hij een vraag heeft aan u. Ja, misschien even ter verduidelijking, wethouder. Ik snap uw verhaal wel en ik weet ook dat er heel veel dingen gebeuren. Maar uit de ervaring van het verleden is dat wij ook in het verleden heel vaak projecten hebben gedaan die op zich wel succesvol waren. Maar als het project afloopt, dan valt het ook weer terug. En we hebben heel vaak de discussie gehad om te zeggen van laten we nu, en dat bedoelde ik dus net te zeggen, dat we in ieder geval zorgen dat het dus landt bij de bestaande instanties. Ja, dat was ook toen de tijd de bedoeling van de combinatiefunctionarissen, om inderdaad het aanvullen te doen. En dat is mijn pleidooi, om te zorgen dat we niet weer iets af separaat doen, maar laten we inderdaad zorgen dat we het borgen. Volkomen terecht. En dat is goed dat u dat meldt, want de stimuleringsregeling sportakkoorden, en dat is die 15.000 euro, die, om die aanvraag überhaupt te kunnen doen, moet die ondersteund worden door minimaal 3 verenigingen. Nou, die hebben we bereid gevonden. Hadden er ook 8 of 10 kunnen zijn als het moet, omdat verenigingen echt heel graag daaraan mee willen doen. Dus ik denk dat met die uitwerking daarvan en die stimuleringsregeling, dat het ook echt een kans biedt om juist iets in gang te zetten wat blijft. En dat is een beetje analoog aan wat ik zo even zei over het innovatiefonds. Soms moet je dingen proberen om erachter te komen van nou, dit werkt niet. Dat is prima. En dan heeft het helaas wat geld gekost, maar dan weten we wel dat het niet werkt. Maar wat wel werkt, dat moeten we juist proberen te borgen. En dat is ook de mogelijkheid die extra gelden ons nu ook bieden.
om op die manier iets echt blijvends te kunnen realiseren. En of dat dan met 1 of met 12 of met 15 verenigingen is, vind ik op zich niet zo spannend, als het maar blijft. Ja. Dat was het, voorzitter. Dank u wel voor uw aller bijdrage. Ik kijk even rond of er nog behoefte is aan de tweede termijn. Ja. Nog meer? Nee. Dan geef ik graag even het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik begin met een vraag aan het college en ik eindig met een vraag aan het college. En de eerste vraag is, zijn er voor onze gemeente ook kosten aan verbonden aan dit project? Het college vraagt of wij kennis willen nemen van de Twentse visie sport en bewegen. Dit in combinatie met andere gemeenten. Informatie voorzien en het delen van kennis en ervaring. En de Partij van de Arbeid GroenLinks-fractie vraagt op welke manier kwetsbare bewoners kunnen laten bewegen. Nou, nu gebeurt er op het gebied van sport en bewegen al vrij veel in Twenteland. We hebben binnensporten, buitensporten in verenigingsverband. Al die verenigingen hebben wel een open dag of een kennismakingsactie, zoals de actie Maak Kennis met Tennis. Daarnaast zijn er nog de dans- en sportscholen die zorgen voor de nodige bewegingen. Op de basisscholen en voortgezet onderwijs zijn gymlessen. De sportscholen hebben niet te klagen over klandizie en niet te vergeten de zwembaden. Er zijn zelfs ouders die hun kinderen meenemen naar de sportschool om ze te laten bewegen en niet het hele dag naar zo'n schermpje te laten kijken. Voor senioren en ouderen zijn er aangepaste vormen van bewegen onder de noemer meer beweging ouderen, zoals koersbal en keepfit. Ook in individueel verband wordt er veel gewandeld en gefietst. We hebben hier het project Sportieve Kans Twenterand met een subsidie van 75.000 euro in 2 jaar, hoorde ik net. Nou, die thema's waar het college op inzet is prima. Daar kunnen wij ons heel goed in vinden. Samenwerking is goed. Als op deze manier meer doelgroepen worden gemotiveerd om te gaan sporten, kunnen wij dit alleen maar toejuichen. Mocht de Partij van de Arbeid GroenLinks-fractie van mening zijn dat er te weinig voor de kwetsbare doelgroepen wordt gedaan, dan weet zij zelf wel op welke wijze met een voorstel kan worden gekomen. De laatste vraag aan het college, maar misschien is die wel een beetje beantwoord. Op welke wijze wordt vorm en inhoud gegeven aan het meedoen door kwetsbare groepen? En op welke manier wordt de pilot Loopland Overijssel in werking gezet in Twenterand? Dank u wel, heer Stolten. Er komt nog een vraag van de heer Kelder aan u. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer Stolten, u noemt een heel lijstje op. Ik denk dat u het best wel kent. Maar ik mis één ding. En dat is, wat doen wij voor mensen met een beperking? Want daar doen we niks voor. We hebben heel veel verenigingen die inderdaad voor reguliere sporten en mensen die normaal kunnen bewegen wat doen. Ik weet in het verleden dat er een aantal projecten zijn geweest met G-sport. Maar vindt u nou niet dat we daar ook wat extra zouden moeten doen? En in zijn algemeenheid, u, als ik u betoog luister, zegt u, wij doen al genoeg. Is dat uw visie? Meneer Stolten. Ik heb niet gezegd dat wij genoeg doen. Ik heb geen indicatie of er te weinig gedaan wordt voor kwetsbare mensen. Die indicatie heb ik niet ontvangen. Als u die wel hebt, dan zou ik hem graag vernemen. Ik heb wel eens gezien op de dagopvang voor mensen met een beperking en een dagopvang voor ouderen, dat ze toch bewegen in een huiskamer op een eenvoudige manier met een bal gooien of iets doen met een stok. Dat heb ik wel eens gezien. Maar ik heb geen indicatie dat er te weinig gedaan wordt voor mensen met een beperking. Nog een aanvullende vraag van de heer Kuk. Maar u weet dus niet dat er dus inderdaad voor de jongeren, jonge mensen met beperking, dat daar wat voor gedaan wordt. Ik weet uit het verleden dat er een groep naar Helderdorp ging, vanuit onze provincie. Maar nu is er volgens mij helemaal niks. We doen met de club iets, maar club is doet de zwembad. Maar voor de rest, vindt u dat niet, u bent zelf sportman in hart en nieren. Vindt u nou niet dat wij ook die mensen de kans moeten geven om meer te doen dan alleen maar met een balletje gooien? Maar ik heb niet gezegd dat het niet gebeuren moet, hè? Dat heb ik niet gezegd.
In het verleden was er wel een stichting, maar dat ging in regionaal verband, door Training Sterk. Dat ging vanuit Nijverdal. En de mensen van een gezinsverwarmend huis uit Den Ham, uit Vromshoop en uit Vriezenveen, die konden daar gebruik van maken. Maar ik weet niet of dat nu nog functioneert. Als laatste. Nou, mijn vraag was, vindt u dat we daar meer aan moeten doen? Ik heb geen indicatie dat wij op dit moment te weinig doen. Nou, ik ga er vanuit dat de wet al staan of iets van kan vertellen. Meneer de wethouder, zou u daar uw licht over willen laten schijnen? Ik kan in ieder geval mijn best doen, voorzitter. En dat doe ik dan ook met plezier. Even aanhakend op het laatste gesprek tussen de heer Kelder en de heer Stolte. Kan er meer gedaan worden? Ja. Niet voor niets is dit een van de thema's waar Twenterand zich bij aangesloten heeft. Omdat wij vinden dat daar meer gedaan kan worden. De eeuwige discussie is dan altijd van, maar waar is het nou de verantwoordelijkheid van de gemeente om het te organiseren? We zien dat er dingen ontstaan. We zien ook dat er in ons omliggende gemeenten, bijvoorbeeld in Rijssel-Holten ook, dat soort projecten van de grond komen. En daar kijken we met heel veel belangstelling naar. Ik heb daar afgelopen vrijdag ook met collega Boerman uit collega Tijhoff uit Rijssel-Holten over gesproken. Van, maar wat doen jullie dan? Hoe gaat het dan? Dus daar waar wij kansen zien om aan te sluiten, zullen wij dat zeker niet laten. Dus de keus voor dit thema is een hele bewuste geweest. Dan de vraag van de heer Stolte of er gelden mee gemoeid zijn bij deelname aan dit project. Ik neem aan dat u met project bedoelt de hele visie. Daar zit ambtelijke inzet in. Voor de rest is het niet zo dat daar echt heel veel geld achteraan gaat. Dus, en loopland, dat komt van de grond, samen met het Nordic, zoals al gezegd werd. En dat zullen we verder gaan ontwikkelen. En daar hebben we heel veel vertrouwen in. We zijn ook heel blij dat de provincie dat ook gezien heeft. En daarom ook dit project mee gefinancierd heeft. Tot zover. Dank u wel voor de bijdrage. Ik geloof dat u licht genoeg voldoende heeft geschenen over dit onderwerp. Ik wil eigenlijk concluderen dat dit onderwerp voldoende is besproken en volgens mij geen aanleiding geeft om dit verder te agenderen. Dan ga ik graag door naar het laatste onderwerp van vanavond. En dat is de zienswijze luchthavenbesluit Lelystad Airport. De VVD heeft dit onderwerp ingediend. En de PVV en de PvdA GroenLinks die willen daar ook graag hun zegje over doen. Ik wil graag het woord geven aan de heer Kobers van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Middels een raadsbrief hebben wij kennis genomen van de opstelling van de gemeente Twenterand en een aantal andere gemeenten ten aanzien van de openstelling van vliegveld Lelystad. De minister heeft aangegeven dat openstelling absoluut noodzakelijk is voor de economische belangen van ons land. Schiphol zit aan zijn maximumcontouren en moet worden ontlast. Dat kan door openstelling van vliegveld Lelystad voor toeristenvluchten. Dit vliegveld is ook al zo goed als klaar en het zou onverantwoord zijn om dit dan nu niet te gaan gebruiken. Volgens onderzoek van zowel provincie Flevoland als de gemeente Lelystad als Lelystad Airport bestaat er ook een groot draagvlak bij de inwoners voor dit vliegveld. De overlast, vooral in het begin, voordat vliegroutes kunnen worden aangepast, zal zeer minim zijn. We praten over 1 vliegtuig per 3 uur in het begin, later oplopend naar 1 vliegtuig per 1,5 uur. Schiphol zit aan een max van 500.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is meer dan 1 vliegtuig per minuut. Natuurlijk zijn er altijd bewegingen en groeperingen die tot het uiterste demonstreren tegen dit soort ontwikkelingen en proberen dit tegen te houden. Maar hoe groot kan die overlast nu zijn? We kennen hier allemaal nog het tijdperk van de F-16's op vliegveld Twente, die met enige regelmaat door de geluidsbarrière knalden. Als grote overlast heb ik dat persoonlijk nooit ervaren. Wat de VVD betreft zou vliegveld Twente naast Lelystad ook open mogen worden gesteld voor toeristenvliegtuigen. Goed voor de economie en lekker dichtbij. De VVD Twenterand is het dan ook niet eens met de opstelling en de zienswijze. U wijst hierin openstelling van het vliegveld niet meteen af,
maar werpt wel allerlei barrières op. Wij hadden liever een zienswijze gezien. Zou u de heer Reusken het woord willen geven? Ja. Dank u wel, voorzitter. Vanuit de VVD gezien snap ik dit standpunt heel erg goed. Hoe meer vliegen, hoe beter. Maar vindt u dan ook niet dat tegen een kostprijs zou moeten? Want weet u wat een vliegticket naar Londen kost vandaag? Dat zal onder de 100 euro liggen. Dat is erg goedkoop. En weet u... En weet u wat een retourtje kost van Vroomshoop naar Amsterdam met de trein? Moet ik gokken, want ik reis nooit met de trein, maar ik denk toch gauw 30 euro, 35 euro misschien wel. Voorzitter, een retourtje naar Londen met het vliegtuig 31 euro. Een retourtje Vroomshoop naar Amsterdam 41 euro. Ja. Dus nogmaals de vraag, vindt u dan ook niet, als we zoveel vliegen, dat we ook voor de vliegtickets eens een keer de kostprijs zouden moeten betalen? Nou, ik zou eerder zeggen, verlaag die treintarieven, want dit nodigt niet uit om met de trein naar Amsterdam te gaan. En daarom ga ik ook liever met de auto. Ja, via de A1 met een extra maand erbij. Voorzitter, dit betekent volgens mij dat de VVD het vliegen belangrijk vindt. En daarin ook de economie belangrijk vindt, dat vinden we ook al belangrijk. Maar het zal wel op een duurzame manier moeten gebeuren. Dank u wel, voorzitter. Als ik daar nog even op in mag gaan, ik denk dat we inderdaad daar wel iets aan moeten doen. Maar je moet het economisch belang van Schiphol niet onderschatten voor dit land. En hetzelfde geldt voor de haven van Rotterdam. Dat zijn twee grootheden waar we absoluut niet aan kunnen tornen. En die moeten door. Als dat niet kan op Schiphol, dan moeten dus uitwerkmogelijkheden zijn elders. En Lelystad is goed als klaar. Dus naar mijn idee moeten we daar gewoon gebruik van maken. Als ik dan even verder ga. VVD Twenteland is het dan ook niet eens met die opstelling in de zienswijze. Het college stelt openstelling van het vliegveld niet meteen af, maar werpt wel allerlei barrières op. Wij hadden liever een zienswijze gezien die de minister ondersteunt in haar verzoek tot medewerking aan openstelling. Gezien de vele belangen die hiermee gemoeid zijn. In onze toelichting hebben wij gevraagd hoe andere fracties hierover denken. Gezien het aantal aanmeldingen voor dit onderwerp verbaast het ons dat andere partijen hier dit kennelijk niet belangrijk genoeg vinden of hier geen mening over vormen. Dank u wel. Meneer Kovers, er komen twee vragen uw kant op. Ik geef eerst het woord aan de heer Smelt van de ChristenUnie. En daarmee raakte meneer Kobus mij en mijn partij recht in het hart. Gelukt dus. Want owee, owee, vliegen, Lelystad Airport. Er is maar één Kamerlid die daar heel veel over spreekt. En met name ter bescherming van het bewonersgebied Overijssel. En ik vind dat mijn collega in de Tweede Kamer, Eppo Bruins, is. En ik wil u vragen. U weet dat de VVD en de ChristenUnie samen in de coalitie zitten met CDA en D66. Maar als het punt vliegen voor u belangrijk is, ook voor u omdat u dat hier vanavond bepleit in Twenteland, vindt u dan ook met mijn partij dat het moet worden onderzocht om vliegen over het IJsselmeer dan als reële CQ absolute optie in te brengen en vliegen laagvliegroutes over IJssel absoluut te weren. Wat vindt de VVD Twenteland er dan van? Daar zijn we het wel mee eens. En er komt ook een nieuwe vliegroutes die hoger zijn. Alleen, dat kan niet op korte termijn. En mijn stelling is ook niet dat wij het vliegen promoten. Wij vinden het economisch belang van Schiphol belangrijk. En als dat betekent dat daarvoor Lelystad open moet, terwijl dat vliegveld al kant en klaar daar in de polder ligt, dan denk ik niet dat we dat moeten gaan tegenhouden. En dat is mijn stelling. Dat begrijp ik, want dat is ook de stelling van uw fractie in de Tweede Kamer. In dat opzicht vertelt u niets nieuws, maar u reageert hier op een zienswijze. En wij wonen hier in Twenteland en ik sta hier als volksvertegenwoordiger van de burgers van Twenteland. Wij wonen in Overijssel en u weet dat de plannen op dit moment zijn dan wel hogere vliegroutes, uitvliegroutes ook over het mooie Overijssel, zeker Gelderland. Maar goed, laat dat buiten beschouwing laten. Ik vind dat de VVD in Twenteland
dan een bericht moet doen naar haar fractie in Den Haag om te zeggen, u moet direct onderzoeken of er niet over het IJsselmeer kan worden gevlogen om zo het bewoond gebied te ontlasten. Dat is wat mijn stelling is. En wilt u zich daar een hand van maken als volksvertegenwoordiger van uw burgers in Twenteland? Daar wil ik mij best hard voor maken. En eerlijk gezegd denk ik dat dat al lang, in onderzoek is. De heer Jonker, aan u het woord. Ja, we zijn natuurlijk uitgedaagd door de heer Kovers. We hebben wel degelijk een mening over het vliegveld Lelystad. Maar de SGP heeft zich ook in de Provinciale Staten, maar ook in de Tweede Kamer, gepleit juist voor dat er eerst onderzocht wordt naar de verdeling van het luchtruim. Dat moet wat ons betreft eerst onderzocht worden en in kaart gebracht worden. En inderdaad wat de heer Smeld ook aangeeft, wij staan hier voor de bewoners van Twenteland en hier meer de zorgen over de geluidsoverlast. En dat is denk ik ook wel een terechte zorg. Maar ik denk niet dat u heel erg bang hoeft te zijn van de zienswijze van de gemeente Twenteland. Want ja, nou ja, goed. Die doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Het wordt toch beslist door in de Tweede Kamer. Dus ik zal me daar je pijlen op richten. Dank u wel. Ik wil daar toch op reageren. De heer Koos. Ik denk ook niet dat die overlast voor Twenteland erg groot is. Maar ik denk ook niet dat wij hier alleen maar voor Twenteland spreken. Wij moeten natuurlijk ook het belang van dit hele land in acht nemen. En vandaar ook verbaast het mij dat wij in deze zienswijze wat barrières opwerpen. Terwijl je praat over één vliegtuig in de drie uur. Waar hebben we het over? Dank u wel, heer Kobers. Dan wil ik graag het woord geven aan de heer Veldmeijer van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Ja, die zienswijze is ontstaan namens alle partijen in Overijssel, dus ook de VVD Overijssel, heeft een andere mening dan de VVD Twenterand. Maar goed, dat zien we wel vaker bij de VVD, dat er per postcode anders wordt gedacht. Maar de VVD vroeg hoe de andere partijen daarin staan. En wij hebben ons ook op dat standpunt gesteld, dat Lelystad wat ons betreft open kan wanneer het luchtruim opnieuw is ingedeeld. En het jaar 2023 wordt genoemd als het jaar waarin dat tot stand komt. Maar de belangengroep Hoog Overijssel, eigenlijk de groep vind ik met de meeste know-how, die twijfelt of 2023 wel realistisch is. En zij denken dat het pas veel later opnieuw heringedeeld kan worden. En gaat Lelystad eerder open, betekent dit overlast voor onze inwoners. En voor onze inwoners bedoel ik dan eigenlijk Overijssel. En aan dit standpunt houden wij ook vast, terwijl wij landelijk hebben voorgesteld om Schiphol gewoon te laten groeien. Dan hadden we deze discussie in Lelystad en nu in Twenteland ook niet gehad. Want het blijft raar dat ondanks dat Schiphol aan het maximum aantal vluchten zit, dat er nog steeds huizen worden gebouwd tegen Schiphol aan. En dat mensen daar blijkbaar toch graag willen wonen, ondanks de overlast. Maar goed, de PVV is absoluut niet tegen vliegen en heeft onlangs nog gepleit voor extra vrachtvluchten op Twente Airport, omdat het bedrijfsleven daarom vroeg. Twente wil een logistieke hotspot zijn en er horen wat ons betreft ook vrachtvluchten bij. Maar de huidige coalitie in Zwolle blijft vasthouden aan de vlooienmarkten op Technology Base. Een gemiste kans, heel jammer, voor de werkgelegenheid. Samengevat, voorzitter, Lelystad pas open na de herindeling van het luchtruim. Maar we gaan er inderdaad niet over. Maar toch wil ik daar nog iets over zeggen. Want toen de provincie er wel over ging, namelijk in maart 2009, toen de Alderstafel tot stand is gekomen, heeft de provincie Overijssel de belangen van de provincie overgelaten aan Gelderland. En dit is volledig mislukt. En door een gebrek aan aanwezigheid van Overijssel en expertise zijn onze belangen, de belangen van Overijssel, niet goed behartigd, vinden wij. Erger nog, 10 jaar geleden was de overlast waar we het nu over hebben, was toen al bekend. En als we toen aan tafel hadden gezeten als provincie, hadden we de huidige discussie 10 jaar geleden kunnen voeren. Maar door laksheid van de provincie zitten we nu met de ellende en weigert met de ellende. En wat jammer is dat Zwolle ook haar foute inschatting van toen en haar eigen laksheid weigert toe te geven. En de mededeling ongeveer 2 jaar geleden van de gedeputeerde in Overijssel was dan ook
voor ons niet verrassend, maar het was bezijden de waarheid. Want Overijssel wist wel degelijk 10 jaar geleden al dat er overlast zal plaatsvinden in Overijssel. En we hebben ook in Overijssel gepleit om daar eens een onderzoek naar te doen. Wat is de rol van de provincie geweest? Maar goed, die motie heeft geen steun gehaald. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, heer Veldmeijer, voor uw bijdrage. Dan geef ik graag nog het woord aan de heer Ruske van PvdA GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het niet zo heel lang houden, want net in het debatje werd al duidelijk, denk ik, waar het standpunt van de Partij van de Arbeid GroenLinks Twenterand staat. Dat is in ieder geval dat we de zienswijze steunen. En ik ben het niet met de heer Jonker eens dat het allemaal er niet toe doet. En dat we niet kenbaar maken wat wij ervan vinden, dat moeten we wel degelijk doen. Want we zitten hier daarvoor ook in deze raad. En daar hebben wij ook naar voren te brengen wat ons standpunt daar is. En dan hebben we ook kenbaar te maken wat we daarvan vinden. Dus wat ons betreft steunen we deze zienswijze. En wat ons betreft moeten we ook echt serieus gaan naar kijken van vliegen is leuk, maar dan wel tegen de prijs die het kost. Want dat betreft mag kerosine ook belast worden. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, heer Reusken, voor uw bijdrage. Ik wil graag het woord geven aan mevrouw Van Abbema, de portefeuillehouder van dit onderwerp. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk niet echt vragen gehoord van de raadsleden. Wel een stelling van de aanvragen van dit debat van de heer Kobus. Namelijk de stelling, wij zijn het niet eens met de zienswijze. En in de aanhef van het debat, tenminste de toelichting voor de aanvraag van het debat, stelt de heer Kobus ook dat hij vindt dat de raad over zienswijzes zouden moeten gaan daarin. Nou, dat zou kunnen. Ik heb het eventjes opgezocht in de gemeentewet, wat de bevoegdheden van het college zijn en de bevoegdheden van de raad. Nou, de bevoegdheid van het college is in ieder geval om te besluiten namens gemeente, college of raad, om rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren, enzovoort, enzovoort. Tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist. Hè? Nou goed, we hebben u ook middels een raadsbrief geïnformeerd over onze zienswijze die wij samen met 15 andere Overijsselse gemeentes hebben gedaan en de provincie Overijssel zelf. Dus daar is al genoegzaam het een en ander over verteld. De keuze voor Twenterand om in deze groep van 15 mee te doen, die ligt al in de vorige periode. In de vorige raadsperiode zijn er ook vanuit de raad een aantal keren ook schriftelijke vragen gesteld. Want bij de eerste indeling van het luchtruim voor de opening van Lelystad was namelijk een wachtruimte gepland boven het dorp Den Ham. En dat betekende dat met name in het dorp Den Ham behoorlijk wat onrust was, ook over mogelijke geluidsoverlast. En dat is voor ons ook de reden geweest om aan te sluiten bij die groep gemeentes die mogelijk overlast voor hun aanwonenden verwacht vanwege het vliegveld Lelystad. Er is heel veel over gesproken. Dat ga ik hier nu niet allemaal herhalen. Inmiddels is er geen sprake meer van een wachtruimte boven Den Ham. Dus ook niet zozeer direct routes boven Twenterand. Maar we weten wel dat de aanvliegroutes zoals het nu lijkt gewoon ook deels over Overijssel zullen blijven gaan. En wij zijn als Twenterand er ook niet gerust op voor onze inwoners. We hebben ook een aantal inwoners die volgen dit dossier ook en die vragen ons daar ook regelmatig naar. Dus dat maakt ook dat wij als gemeente hier ook bij betrokken willen blijven. Maar de zienswijze die hebben wij samen met een heleboel andere gemeentes en de provincie Overijssel gezamenlijk laten doen. En wij merken ook dat er richting de Tweede Kamer heel goed geluisterd wordt naar datgene wat vanuit Overijssel gezegd wordt en wat er gedaan wordt. En uiteraard zijn er gelukkig ook een aantal Tweede Kamerleden die ook zeer betrokken zijn op de aanwonenden van vliegveld Lelystad. Voorzitter, dat is hetgeen wat ik hierover zou willen zeggen. Dank u wel, wethouder, voor uw bijdrage.
Ik kijk de heren even aan. Is er nog... De heer Kopers wil nog graag iets zeggen in de tweede termijn. De heer Kopers. Ja, dank u wethouder voor de beantwoording. Het is alleen even de vraag van in hoeverre is overlast dan toelaatbaar, ja of nee. Hè? Dat er enige overlast zal zijn, dat ontkennen wij ook niet. Maar gezien het algemeen belang vinden wij dat aanvaardbaar. En als er dan een dusdanige zienswijze wordt opgesteld, dan vind ik op zijn minst dat we daar in de raad van tevoren eigenlijk dit gesprek hadden moeten hebben. En nu dat niet gebeurd is, heb ik nu in ieder geval mijn punt wel kunnen maken hier. En daar gaat het mij om. Dus dank u wel. De heer Kopers, dank u wel voor uw bijdrage. En gaf de heer Elsinga aan ook nog een bijdrage te willen leveren in de tweede termijn. De heer Elsinga. Ja, voorzitter, er wordt in deze toelichting van de VVD om een reactie van andere partijen gevraagd. Nou, die hebben wij ook al in. Dat hoeft niet speciaal in het eerste termijn, dat kan ook in de tweede termijn. Ja, wat vonden we er eigenlijk van? Eigenlijk zei de wethouder van Appen, maar zei het al, het speelt al jaren. Er zijn vragen over geweest, dus die wens was al aanwezig. En er zijn eigenlijk nooit bezwaren over geweest dat iemand er echt op tegen was. Dus ik vond het eigenlijk wel een logisch gevolg op wat er was, deze brief. Verder vinden wij een raadsbesluit niet nodig, want dat stelt u. Een raadsbrief is voldoende. Het is slechts een zienswijze met meerdere gemeenten, dus daar hoef je toch geen raadsbesluit voor nodig te hebben. En... Ja, waar we het gewoon niet mee eens zijn, u stelt hè, dat het is een onoverkomelijke noodzaak tot uitbreiding van Schiphol. Ja, wij snappen niet waarom het onoverkomelijk is. Want u doet net of de hele wereld hiervan afhangt en je kunt het ook niet doen. Dus hebben we zoiets van ja, daar kunnen we niet zoveel mee. En tenslotte, voorzitter, ja, de PVV meldt over de VVD dat ze per postcode anders denken. Dat geldt natuurlijk ook voor de PVV. Maar onlangs PVV is er de islam zijn bekeerd. Tot zover, voorzitter. Ik heb zo'n vermoeden dat u nog een vraag krijgt van de heer Veldmeijer van de PVV. De heer Veldmeijer. Ja, er wordt weer wat de ruimte ingeslingerd wat niet waar is. Ik bedoel op de heer Joran van Klaveren. Dat is een oud PVV'er. Die heeft daarna nog een eigen partij opgericht. Heeft zelfs geschuurd met de ChristenUnie en heeft ook, is ook gelieerd geweest aan de VVD. En ja, het wordt dan vaak, ja, u doet eraan mee, maar ook de linkse media doet eraan mee. Zo iemand krijgt dan uitsluitend de kwalificatie PVV of oud-PVV, terwijl die aangesloten is geweest bij diverse andere partijen. Maar terzijde, voorzitter. Ja, voorzitter, ik heb het alleen maar aangegeven omdat het komt overal voor. Niets menselijk is een parlementslid of politicus vreemd. Hij is er natuurlijk uitgegaan omdat hij al wist dat hij zou gaan parkeren. Maar je hebt natuurlijk ook Arno van Doorn. Het waren er meerdere dan twee zelfs. Die twee schieten me even te binnen. Maar het is een opmerking eigenlijk. Ja, dat denk ik, waarom maak je hem eigenlijk? Het gebeurt gewoon overal. En het is gewoon bekend dat lokale afdelingen, provinciale afdelingen anders denken soms dan landelijk en andersom. Zo gegeven. Voorzitter, de heer Arnoud van Doorn, die net die 1 april grap heeft uitgehaald, die is de partij uitgezet, 2011, is al lang geen PVV'er meer. En ja, het is een beetje goedkope retoriek. Maar ik vind het wel grappig dat GBT het opneemt voor de VVD. Ik dank u allen voor uw opmerkingen. En de heer Kelder wil ook graag het woord in tweede termijn over dit onderwerp. Ja, dank u wel. Want wel op de uitnodiging van de VVD om in ieder geval onze zienswijze over de zienswijze te zeggen. Je kan niet van vinden of het college hier op voorhand met de raad over had moeten discussiëren. Dat is een afweging, maar de wethouder heeft duidelijk aangegeven hoe de procedures zijn. De CDA-fractie kan zich prima vinden in de kernboodschap die er staat. Want er staat namelijk in dat er gewoon in breed overleg gewoon alle belangen goed nauw worden getrokken. En laat het wel zijn, het is een landelijke discussie. Wij kunnen van alles vinden. Het gaat wel op onze mensen, dat klopt. Wel in mindere mate. Maar ik vind wel dat we de discussie breed moeten voeren. En dat gaat wel over een stukje economisch belang, een stukje duurzaamheid. Het is gewoon een geweldig ingewikkeld onderwerp. En als we dan kijken naar
tarieven van 31 euro, 41 euro, dat zijn, denk ik, ja, dat zijn, ik snap het voorbeeld van de heer Reusjes. Maar als we met dat soort bedragen gaan werken, dan komt het er nooit uit. Maar het is wel een issue wat natuurlijk heel erg belangrijk is. En duurzaamheid is iets een woord wat bijna iedere keer gebruikt wordt. En daar moeten we met name naar de toekomst toe heel voorzichtig mee zijn. En ik ben dan ook wel, wij kunnen ons bevinden in de wijze waarop nu het college inderdaad deze zienswijze gezamenlijk met de andere gemeentes aanpakt. En ik denk dat dat de goede weg is. Dank u wel, heer Kelder. Ik kijk nog even rond. Volgens mij heeft iedereen zijn of haar opmerking kunnen maken. Ik zie geen aanleiding tot verdere agendering. Dus ik wil het onderwerp graag afronden. Dit was ook het laatste onderwerp op de agenda van vanavond. Ik wil u er nog wel op wijzen dat er straks nog een raadsinfo is in de trouwzaal hiernaast. Waarvoor u uiteraard bent uitgenodigd. Dank voor vanavond en daarna wel thuis. Kijkers en luisteraars, ik heb aan het begin van deze vergadering gezegd dat het ongeveer tot 10:30 zou gaan duren. Ik moet zeggen, ik had het redelijk bij het rechte eind. Een aantal onderwerpen van vanavond die komen niet in de raadsvergaderingen. Dat waren meer visies waarover gesproken is. Een van de onderwerpen die wel op 16 april besproken wordt, is de verbouwing van het gemeentehuis. Daar is genoeg over gezegd. En daar is het laatste woord dus ook nog niet over gezegd. Het laatste onderwerp vanavond was de zienswijze die het college heeft afgegeven over het vliegveld Lelystad. De VVD heeft dat onderwerp aan de orde gesteld. En wie anders dan de fractievoorzitter van de VVD kan het beste uitleggen waarom hij dat heeft gedaan. Nou, de minister heeft een brief gestuurd waarin zij het onverantwoord acht om nog langer te wachten met openstelling van vliegveld Lelystad. Er is een onderzoek geweest van de provincie Flevoland en van de gemeente Lelystad en het Lelystad Airport. Waaruit blijkt dat zo'n beetje 70% van de bevolking daar niet tegen een openstelling is. En dan volgt er een zienswijze van een aantal gemeenten uit Overijssel. Die niet direct tegen zijn, maar wel een aantal barrières opwerpen waardoor het vertraagd zal worden. En daar zijn wij als VVD tegen, want waar praten we nou over? Het gaat om maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dat betekent in het begin 1 vliegtuig in de 3 uur. En naar onze mening zijn wij hier in Twenteland zijn we nog wel bekend met het fenomeen F-16 die af en toe door de geluidsbarrière ging. Dat is wel eens vervelend, maar heel veel overlast hebben we daar toen ook niet van gehad. En 1 vliegtuig in de 3 uur is volgens mij acceptabel genoeg om het economisch belang van Schiphol, want daar gaat het eigenlijk om, om dat niet in de weg te zetten voor Nederland. Want het is gewoon een maatschappelijk belangrijk punt voor Nederland. En daar gaat het mee om. Dat punt heb je kunnen maken, heb je ook goed kunnen verwoorden. Alleen, ik denk behalve de PVV, denk ik dat er maar weinig partijen zijn die het met jou eens waren. Klopt dat? Nou, dat weet ik niet. De zienswijze gooit ook niet direct de deur dicht voor Lelystad. Maar vertraagt het enigszins wel. En ik snap die opstelling ook wel. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn. Maar als je in dit dossier duikt, dan zie je dat de overlast maar zeer beperkt is. En blijkbaar is men hier toch bang om de nek uit te steken voor het algemeen belang. En alleen maar kiest voor een enkele inwoner van Twenteland die misschien bezorgd is over zijn geluidsoverlast. Maar ik denk dat het reuze beperkt is en dat je niet alleen maar voor Twenteland hier zit. Maar dat je ook het algemeen belang in de gaten moet houden. En dat doen we dus. Ja. Afrondend, je werd nog aangesproken dat je een ander standpunt innam dan de provinciale VVD. Maar daar werd direct op bijgezet dat dat wel meer vaker voorkomt. Nou, ik ga in dit geval mee in het belang van de landelijke VVD. Er gaat zelfs een VVD-minister over, Cora van Nieuwenhuizen. En die heeft middels een brief gevraagd om hierin te duiken en om hiervoor te zijn. Dus vandaar. Ja.
Oké, okay, bedankt voor je commentaar. Ik geloof dat je nu nog naar de trouwzaal moet. Niet om te trouwen, maar om een raadsinfo. Dankjewel, Erik. Kijkers en luisteraars, 16 april de raadsvergadering met één of twee onderwerpen die vanavond besproken zijn. Maar donderdagavond het programma Politieke Stem op Delta FM met mijn twee gasten Erik Veldmeijer en Jan Jonker. En na de onderbreking een gesprek met een delegatie van de bewonerscommissie De Ollebouw. Ja, ik spreek de dialect niet zo goed, maar er is wat te doen in Westerhaar. In combinatie met Wij Anderen Wonen. En ik geef graag de bewoners de gelegenheid om hun grieven duidelijk naar voren te brengen. Graag tot ziens donderdagavond van 7 tot 8. Politieke Stem op Delta FM. Ik dank u.